Goedemorgen iedereen. We gaan er stilletjes aan beginnen. Welkom op dit beleidsforum Planning van de Ondiepe Ondergrond. Het departement Omgeving zet de laatste jaren sterk in op ondergrondsruimtegebruik binnen een duurzaam beheer van de ondergrond. En het is daarbij belangrijk om kwalitatieve ondergrondse data te verzamelen en natuurlijk ook toegankelijk te maken. We stellen graag vandaag voor jullie een aantal nieuwe tools voor en ook een aantal inspirerende instrumenten. En zo zetten we samen een aantal stappen naar de planning van de ondiepe ondergrond. Ik geef graag nog een aantal praktische dingen mee. We gaan het beleidsforum opnemen. De opname wordt achteraf aan de aanwezigen overgemaakt. Mogen jullie vragen om vragen die er zijn in de chat te stellen? We zullen in het programma een aantal keer de tijd nemen om de vragen gebundeld te beantwoorden. Overloop graag met jullie de agenda. Als de volgende slide wil. Ja, daar is ze. We beginnen met een inleiding. Dan gaan we een wereldwijde blik werpen op de planning van de ondergrond. Dan gaan we de databank ondergrond van dichterbij bekijken. Dan krijgen we een inzicht in de visualiseringsmethodes van de ondiepe ondergrond. Dan gaan we eventjes pauze nemen. Daarna gaan we het geologisch 3D lagen- en voxelmodel aan bod laten komen. En om af te sluiten bekijken we de ondergrond vanuit het lokaal perspectief. Ik ga zo dadelijk het woord geven aan Katelijne Toebak en Marleen van Damme voor de inleiding. Katelijne Toebak is coördinator van het team doorwerking en wisselwerking van de afdeling BEO van het departement Omgeving. Het team doorwerking en wisselwerking staat binnen de afdeling BEO in voor onder andere de stakeholdersbenadering bij beleidsontwikkeling, maar ook voor kennisdeling rond het ontwikkeld beleid en de regelgeving en ook voor de pilootwerking. Marleen van Damme is vanuit het Vlaams Planbureau voor Omgeving coördinator van DOV. DOV staat voor Databank Ondergrond Vlaanderen. Marleen is al van 1996, dus van het heel prille begin al, betrokken bij de uitbouw van DOV en ze is sinds 2006 aangesteld als... Goed. Dan ga ik eventjes stoppen met delen en dan geef ik heel graag het woord aan Katelijne. Ja, we zien de presentatie, Katelijne. Oké. Goedemorgen, ook van mijn kant. Ik ga een korte introductie geven bij dit beleidsforum, om zo dadelijk ook het woord door te geven aan mijn collega Marleen. En ik blik even terug in de tijd. En als ik dan denk aan een jaar of vijf geleden, toen Shana met haar beleidsverkenning over ondergrondsruimtegebruik begon, dan voelde dat voor mij echt aan als iets vernieuwends. Een eye-opener. Ook wel het gevoel van... Ja, logisch eigenlijk onder de grond. Daar liggen zoveel kansen. Waarom denken we daar zo weinig aan? En zeker ook in het verhaal van beleidsambities die we hebben om te werken aan meer ruimtelijk rendement, het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag. Hoe logisch is het dan om niet alleen in de hoogte te denken, maar ook in de diepte? Maar toen was dat echt nieuw. De ondergrondse parkeergarage, ja, die kennen we natuurlijk al lang. Maar het idee dat je ook echte gebruiksruimtes, verblijfsruimtes op een kwalitatieve manier kan creëren onder de grond, dat was voor mij in elk geval, maar ik denk ook voor vele anderen, een vrij nieuw inzicht. En ik vond de titel van die beleidsverkenning eigenlijk echt geweldig. Perfect vattend wat de boodschap was. Onder je voeten ligt een wereld aan kansen. Maar ondergrondsruimtegebruik is inmiddels zeker niet alleen meer een verhaal van Hongkong. Shana gaat zo dadelijk een heel aantal buitenlandse voorbeelden laten zien. Maar ook hier in Vlaanderen begint het ondergronds denken en ingang te vinden. Er zijn zeker pioniers onder de Vlaamse steden en gemeenten die in hun beleid en in projecten al met die ondergrondse dimensie aan de slag zijn. En door initiatieven zoals vandaag met dit beleidsforum willen we proberen dat die gedachte nog een bredere inbedding krijgt in de dagelijkse praktijk. We hebben de laatste jaren ook een heleboel interessante partnerschappen opgebouwd. En ik noem hier even als voorbeeld het COB, het Centrum Ondergronds Bouwen uit Nederland, omdat we daar het afgelopen jaar een heel interessant leer- en ontwerptraject mee hebben gelopen, samen met Nederlandse en met Vlaamse cases. En dat is iets dat zeker ook nog in de loop van de voormiddag verder aan bod zal komen. De komende jaren willen we verder inzetten op de uitrol van dat ondergronds ruimtelijk
ruimtegebruik in Vlaanderen door een beleidsproject daar rond op te zetten. Dat is onder de koepel van de transitieprioriteit Omgeving voor de Toekomst, dat een van de 7 transitieprioriteiten is voorzien in de 4e Vlaamse strategie Duurzame Ontwikkeling. We zagen daar een kans om ook rond ondergronds ruimtegebruik een project te formuleren. En dat project zal zich met name richten op het ontwikkelen van tools, handvaten, afwegingskaders, praktijkvoorbeelden, juist om actoren te triggeren en houvast te geven om met die ondergrondse dimensie in hun praktijk en in beleidsontwikkeling aan de slag te gaan. Maar we willen dat project graag samen met terreinactoren voeren, zodat we beleidstools ontwikkelen die ook direct goed aansluiten op de noden van de praktijk. We gaan zeker nog verder communiceren over dit project via andere kanalen en gelegenheden. Maar als u nu al denkt van, ik ben eigenlijk zo'n terreinactor. Wij hebben zo'n project dat perfect zo'n beleidsmatig leertraject zou kunnen voeden. Stuur dan alvast een mailtje en dan zit u alvast in de loop. Dus al een kleine pre-oproep naar terreinactoren. Uiteindelijk moeten we ernaar evolueren dat dat ondergronds ruimtegebruik een evident onderdeel wordt van de ruimtelijke planning. En als we weten dat heel veel gemeenten vandaag bezig zijn met het ontwikkelen van een strategie op bouwshift, op ruimtelijk rendement, waar liggen onze grootste verdichtingspotenties, dan zou eigenlijk de ondergrondse dimensie deel moeten uitmaken van zo'n oefening. En we hopen dat dit beleidsforum een stukje aan deze bewustwording kan bijdragen. Maar met een 100-tal geïnteresseerden, zowel uit de ruimtelijke plannings- en ontwerperswereld als lokale besturen en ook zelfs boorbedrijven, denk ik dat dat ook wel kan lukken. En ik ben blij dat we dit beleidsforum organiseren samen met onze collega's van Databank Ondergrond Vlaanderen van de afdeling VPO. En geef dan ook nu graag het woord aan Marleen van Damme voor een aanvullend, inleidend woordje. Waardoor ik even moet stoppen met delen. Marleen, aan u. Ja, goedemorgen allemaal. Ik weet niet of de beeld dat ik gedeeld heb, dat dat nu zichtbaar is. Ja, wij zien ja. De titel Wat is DOV? Ja, oké. Welkom van mijn kant allemaal. Voor degene die vooral vanuit ruimtelijke planning naar ondergrond kijken, is DOV misschien een begrip dat nog niet zo ingeburgerd is. Vandaar dat ik een korte introductie toch voorzien heb van wat is DOV nu eigenlijk. Zoals de aankondiging al gezegd, in 1996 zijn we daarmee begonnen. Het is hier heel klein, maar het is niet de bedoeling dat je dat kunt lezen. Samenwerkingsverband is toen ondertekend door 2 secretarissen-generaal vanuit economie, waar dat natuurlijke rijkdommen toen een deel van uitmaakte, en departement leefmilieu en infrastructuur, waar de grondwater en geotechniek in feite toen een materie waren. Daar is het idee gegroeid om alle data rond bodem en ondergrond in feite samen te brengen. Dat heeft in de loop der jaren geleid tot een nieuw samenwerkingsprotocol naar aanleiding van herstructurering van de administratie, waarbij dat dan in 2006 de grondwatermaterie verhuisd is in feite naar VMM, maar eigenlijk inhoudelijk de materie die afgedekt werd binnen DOV is overeind gebleven. Die samenwerking is verder gezet en op dat moment konden we toen al een jubileum vieren, 10 jaar DOV. We hebben daar in 2016 een vervolg aan gebreken en eigenlijk de 20 jaar gevierd, ook met een sessie toen in het Vlaams parlement. Ik weet niet of de ruimtelijke planners toen ons alle op de radar hadden, maar vanuit de mensen die met ondergrondmaterie bezig waren, zijn we meer en meer toch gebleken van die gevestigde waarde te zijn en van die continuïteit daarin te moeten voorzien in feite. Wat dat we dan verder ook laten uitmonden in 2019 met een lange termijnvisie die uitgeschreven is,
om eigenlijk ja, heel het kader en ondergronds ruimtegebruik zat toen ook al op de radar bij het uittekenen van die lange termijnvisie. Om eigenlijk ja, ervoor te zorgen dat de netwerkorganisatie die DOV was van in de kiem in feite uit zou kunnen groeien tot een volledig ja, flexibele, wendbare netwerkorganisatie waar dat iedereen die met ondergrond te maken heeft bij betrokken is. En dan eigenlijk gefocust op die maatschappelijke uitdagingen, op beleid, op innovatie en op eigenlijk alle betrokken actoren die met ondergrond gemoeid zijn. Voilà, ik zou het hierbij willen laten. Als inleiding en situering van DOV. En in het vervolg straks komen we er nog verder op terug. Ja, prima. Dank u wel, Marleen en Katlijne, voor de inleiding. We gaan over naar Shana de Brok. Shana is ruimtelijk planner en beleidsmedewerker bij het team beleidsverkenning en systeeminnovatie van de afdeling BEO van het departement omgeving. Een drietal jaar geleden trok ze dus de beleidsverkenning, zoals ze juist al aan bod kwam, over de kansen van ondergronds ruimtegebruik in Vlaanderen. Sindsdien heeft ze zich meer en meer verdiept in het thema en focust ze zich ondertussen op de planning van de ondiepe ondergrond in Vlaanderen. Shana verruimt vandaag onze blik aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Dus Shana, heel graag aan jou het woord. Bedankt Marleen. Voor de introductie. Ik veronderstel dat jullie mee horen en de slides zien. Ja, prima. Okay, dus graag sta ik even stil bij enkele voorbeelden van ondergrondse planning in het buitenland en welke lessen we daaruit kunnen leren. Soms staat er wel veel tekst, omdat de presentatie eigenlijk op zichzelf zou kunnen staan en dat later ook geconsulteerd kan worden. Dus nog even snel, wat bedoelen we met ondergronds ruimtegebruik? Katelijn heeft het eigenlijk al heel schoon gezegd. Het gaat over het creëren van leefruimte in de ondiepe ondergrond voor functies die niet inboeten aan kwaliteit of functioneren door ze in de ondergrond te voorzien. Maar we willen ook wel benadrukken dat we daarbij de ondergrond zien als een systeem met verschillende diensten, dus dat een holistische visie wordt vooropgesteld waarbij dat als je gebruik maakt van één van die diensten, dat dan ook wel een invloed geeft op de andere. Dus we hebben wel reeds opgemerkt dat ondergronds ruimtegebruik een duidelijke maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde biedt. Tijdens vorige inspiratiesessies zijn we daar al dieper op ingegaan. Dat gaat over het feit dat het een antwoord kan bieden op maatschappelijke uitdagingen, dat er heel alternatief is voor het opdrijven van het ruimtelijk rendement, dat je slimme functiekoppelingen kan voorzien, dat het de leefomgevingskwaliteit kan verhogen en zo meer. We hebben ook gezien dat er in de ruimtelijke ontwikkeling van een plek of van een gebied ook vaak opportuniteiten verscholen liggen. En dan denken we aan mogelijkheden met brownfield ontwikkelingen, het waarborgen van landschappelijk waardevolle zichten of bijvoorbeeld het hergebruik van onleegstaande, onbenutte ruimtes. Maar toch, vaak zien we dat ondergronds ruimtegebruik, als in het creëren van leefruimte voor de mens onder de grond, dat dat vaak gekenmerkt wordt door dit soort projecten. Duisternis, eentonigheid, solitaire ontwikkelingen, eigenlijk niet echt geschikt om als mens lang in te vertoeven. Dat betekent dat de huidige, niet veralgemenend, sommige huidige ondergrondse projecten en het gebruik van de ondergrond ja, niet echt blijk geeft van duurzaamheid, van duurzame ontwikkeling. Dus als we willen evolueren van dit soort beelden naar dit, dan zullen we toch een mate van planning of visie van de ondiepe ondergrond nodig hebben om duurzame ondergrondse projecten te gaan ontwikkelen binnen dat duurzaam beheer van alle diensten van de ondergrond. En daarvoor hebben we natuurlijk ook nood aan kwalitatieve data, Interdatabank Ondergrond Vlaanderen. Nu, de relatie tussen ondergrond en duurzaamheid die kent eigenlijk verschillende facetten. Academisch onderzoek heeft aangetoond dat ondergronds ruimtegebruik kan bijdragen aan de creatie van duurzame steden, zoals bijvoorbeeld door middel van het behalen van de Sustainable Development Goals. Maar dat daarvoor de ondergrond echt wel moet gezien worden als een multifunctionele natuurlijke hulpbron, die dus verschillende diensten levert, zoals fysieke ruimte, als in ondergrond ruimtegebruik, maar ook water, energie, geomaterialen, ecosystemen. En als we willen ja, duurzaam omgaan met de ondergrond als geheel aan diensten, is het belangrijk om die keuzes te gaan afwegen en te beseffen dat de keuze voor één dienst een impact zal hebben op andere diensten. Oh. En dat zal dus een impact hebben ook op de bodem zelf. En ten derde kunnen we dan ook duurzaamheid ook betrekken op het ondergrondsproject zelf, op ondergronds
ruimtegebruik. Omdat als we willen streven naar duurzaam ondergrond ruimtegebruik, zoals projecten die op zichzelf duurzaam zijn, bijvoorbeeld door het werken met zonne-energie, natuurlijke ventilatie, gebruik maken van de watercyclus, dan gaan we kunnen evolueren naar duurzame ondergrondsprojecten binnen een duurzaam gebruik van de ondergrond als holistisch systeem en zo bijdragen aan de creatie van duurzame steden. Nu, we zijn gaan kijken in het buitenland hoe de ondergrond daar gepland wordt. Aan de hand van beschikbare academische literatuur hebben we volgende landen of steden geanalyseerd. Singapore, China, Japan, Casablanca, Schotland, Helsinki, Spanje, Bergen, Dublin, Odense, Nederland, Hongkong, Beijing, Londen, New York en Parijs. Wees niet angstig, we gaan ze niet allemaal overlopen vandaag. We gaan gewoon inpikken op een aantal inspirerende voorbeelden. Ook even meegeven dat doordat de analyse gebeurde op basis van de best beschikbare data, gaan we natuurlijk niet even diep in op alle aspecten. Bijvoorbeeld, bepaalde landen werd er veel geschreven over de instrumentele verankering en niet over de juridische verankering of over een operationele uitwerking. Dus we hebben echt de analyse moeten baseren op basis van hetgeen wat te vinden was online. Nu, we gaan even kijken bij Hongkong. Hongkong is echt wel een voorloper op vlak van ondergrondse ruimtelijke planning. Die hebben eigenlijk gewerkt op basis van een opeenvolging van studies naar instrumenten die steeds verder verfijnd worden. Ze hebben ook gezorgd voor steeds een wetenschappelijke onderbouwing. En hij is eigenlijk landsbreed gestart en dan geëvolueerd naar gebiedsgericht masterplanning en dan zelfs tot op perceelsniveau verschillende uitspraken dat ze doen. Ze gaan eigenlijk van visie naar voorschrift en ze hebben ook gezorgd voor een politieke verankering. Wat er belangrijk is in Hongkong, is dat ze dus een verschil gemaakt hebben op vlak van beleid tussen de urban areas, de stad, en de urban fringe, die eigenlijk gekenmerkt wordt door rotsen en bergen. En ze heten dat rock cavern development. Dat is eigenlijk het uithollen van de rotsen om daar ondergrondse ruimtes in te voorzien. En we gaan eerst even in op die rock cavern development. We zijn dus gestart bij een beleidsvoorneming en het op die manier verankerd in de policy agenda in 2009. Dat was een initiatief om de geplande ontwikkeling van de ondergrondse ruimte te gaan vergemakkelijken. Ze hebben daaraan een verkennende studie gekoppeld in 2010, Enhanced Use of Underground Space in Hong Kong, en die onderzocht de mogelijkheden om het effectieve gebruik van onze ruimte te gaan verhogen door het ontwikkelen van de ondergrondse ruimte. Volgend daarop, in 2012, hebben ze een lange termijn strategie ontwikkeld, die eigenlijk een holistische strategie voor ondergronds ruimtegebruik heeft vooropgesteld. Ze hebben daar verschillende resultaten mee behaald, eigenlijk nog aparte producten. Ze hebben een cavern masterplan opgemaakt, een suitability map, een lijst van mogelijke gemeenschapsvoorzieningen die ondergronds zouden kunnen, en een voorstel van maatregelen om ondergronds ruimtegebruik te gaan faciliteren, zowel voor de publieke als de private sector. Als we even kijken naar het Cavern Masterplan, dat opgemaakt is in 2017, dat is eigenlijk een planningstool die een heel breed strategisch planningskader biedt om ondergrondse ruimteontwikkelingen te gaan begeleiden en faciliteren. Het is dus een tool die strategische gebieden voor ondergronds ruimtegebruik in beeld brengt en de potenties van elk van deze gebieden duidt. Het heeft geen bindend statuut, maar het wil wel projectontwikkelaars de weg wijzen naar geschikte locaties. Volgend daarop hebben ze wat meer gebiedsgericht een Cavern Suitability Map uitgewerkt. En dat brengt eigenlijk voor heel Hongkong de geschiktheid voor ondergronds ruimtegebruik in die caverns in beeld. Dus ze hebben gezien, 6% is niet geschikt, 64% is erg geschikt. Dus ze hebben dat gedaan op basis van data zoals terreingegevens, geologische kaarten, geologische structuren, bestaande installaties in de ondergrond, boorgaten, private eigendommen en zo meer. En op die manier hebben ze 48 strategic cavern areas in beeld gebracht die geschikt zijn voor ondergronds ruimtegebruik. Per strategic cavern area werd een fiche opgemaakt met specifieke kenmerken van die plek. Dus dat zijn de karakteristieken van de geologie op vlak van planning, milieutechniek, wat dat een mogelijk ontwikkelingspotentieel is, dus welke functies dat er zouden kunnen, welke beperkingen dat er gelden op die plek, welke mogelijke bestemmingen dat er mogelijk zijn, wat dat de potenties zijn voor ontsluiting. Ze hebben eigenlijk een beeld geschetst voor de ruimte van de ruimtelijke context en de ruimtelijke mogelijkheden per strategic cavern area. Nu als we even kijken naar ontwikkelingen in de urban area, dus underground space development in urban area,
Dan zien we dat ze daar een gelijkaardig traject aan het lopen zijn. Ze zijn gestart met een studie, een territory-wide study on underground space developments, dat de mogelijkheden voor die ondergrondse ruimteontwikkelingen gaat verkennen, met oog op het creëren van meer stedelijke ruimte en het versterken van de connectiviteit. Je ziet dat dat document is echt wel verschillend met de bovenstaande instrumenten die eerder die cavern development gaan behandelen. Op vlak van beleid hebben ze het op twee manieren verankerd. Ze hebben het verankerd in Hongkong 2030, Planning, Vision and Strategy, ja, hun versie eigenlijk van het BRV of het lokale beleidsplan. En ook in de Hongkong Planning Standard and Guidelines, dat zijn de planningscriteria en de richtlijnen voor de overheid. Dat gaat over verschillende landgebruiken, lijkt wat op onze omzendbrieftype voorschriften en omvat dus criteria en richtlijnen voor de ondergrond. Ze wijzen daar ook op het belang om de ondergrond in een vroege fase van het planningsproces mee te nemen. Dan zijn ze ook meer de richting van masterplannen opgegaan door een pilot study on underground space development. En die heeft eigenlijk tot doel het potentieel van ondergrondsontwikkelingen in elk van die gebieden te gaan identificeren en ondergrondse masterplannen te gaan formuleren om de toekomstige ontwikkeling van die ondergrondse ruimte te gaan begeleiden. Nu, een ander voorbeeld vinden we in Helsinki. Helsinki heeft zowel beleidsvisie ontwikkeld en is er redelijk trots op van het eerste RUP, eerste ondergrondse RUP ter wereld te ontwikkelen. En ze zeggen dat ook van zichzelf, dat ze de eerste ter wereld zijn die een planning van de ondergrond doet. Dus een hele grote deel van hun imago zit in die ambassadeursrol. Ook omdat Helsinki heeft een hele grote geologische geschiktheid. Dus dat zijn ook rotsen om uit te graven, om daar ondergrondse ruimtegebruik in te ontwikkelen. Vertrekt vooral vanuit stedelijk niveau, dus vanuit Helsinki zelf. En zij doen dan visievorming eigenlijk onder de vorm van handleidingen die ze verspreiden. Belangrijk daar is dat dat vanuit geologie opgezet is en dan zijn er al planners bij betrokken geweest. En op die manier hebben ze eigenlijk visie ontwikkeld. Ook heeft de Planning Council Planning Principles als basis voor het ondergronds masterplan opgezet. Dus hier rechts zie je hoe dat masterplan eruit ziet. Het is dus een RUP, heet het zelf. Het is gebiedsdekkend en het duidt dus verschillende locaties aan voor ondergronds ruimtegebruik. Het heeft ook een bepaalde bescherming van bestaande ondergrondse ruimtes. Het is een bindend plan voor zowel eigenaars als de overheid. En het is richtinggevend voor bovengrondse zoneringsplannen. Het bestaat eigenlijk uit twee kaarten. Je hebt bestaande ondergrondse ruimtes en dan toekomstige ondergrondse ruimtes. En ze willen eigenlijk met dat masterplan of daarop een meer systemisch gebruik van de ondergrond en ook een betere coördinatie tussen de verschillende types van operations in the underground. Nu gaan we even naar Singapore. Singapore heeft een redelijk excessieve benchmarking studie gedaan, waarbij dat ze dus lessen getrokken hebben op het vlak van Urban Underground Space Management. Ze hebben ook een masterplan uitgerold, waarbij dat ze dus de ondergrond geïntegreerd gaan benaderen. Ze hebben potentieel ondergronds gebruik geïdentificeerd, dan vooral ten voordele van de overheid. Ze hebben projecten benoemd, technische issues aangekaart. Het is in 3D en het is uitgewerkt tot een diepte van 8 tot 15 meter en op bepaalde plekken zelfs 25 meter voor drie grote gebieden in Singapore. Ze steunen ook op de data uit de National Geology Office. Die doen aan kennisverzameling over de ondergrond om private en publieke sector te gaan ondersteunen en werken ook in 3D. Nu gaan we even naar Parijs en kijken we naar de projectoproep. The Subterranean Secrets of Paris in 2017 was een projectoproep specifiek voor onderbenutte bestaande ondergrondse ruimtes die eigenlijk herontworpen en hergebruikt zouden kunnen worden, zodanig dat die opnieuw kunnen ingeschakeld worden in de dynamiek van de stad. Ze willen gaan kijken hoe dat we potenties van deze ruimtes in beeld gebracht kunnen worden en hoe dat ze een rol kunnen spelen in het Parijs van morgen. Ze hebben zo'n 34 locaties aangeduid. Dat zijn tunnels, garages, nachtclubs, subways, ruimtes onder een metroviaduct enzovoort. Nu gaan we naar Nederland. Nederland heeft op het niveau van het Rijk een beleidsvisie uitgewerkt, STRONG, de structuurvisie ondergrond, die zich richt op een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de bodem en de ondergrond, waarbij dat benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. Het is een gezamenlijke visie van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nu, het gaat enkel in op drinkwater, energievoorzieningen en mijnbouw.
Maar het wordt ook gezien als een van de bouwstenen voor de nationale omgevingsvisie. Zoals ik Adeline al aanhaalde, Nederland is ook heel sterk in zijn netwerkvorming rond ondergrondruimtegebruik. Dat wordt getrokken door het Centrum Ondergronds Bouwen, die verschillende partnerschappen opzet. Op provinciaal niveau kunnen we even gaan kijken bij Zuid-Holland, waar dat zij een beleidsvisie bodem en ondergrond hebben opgezet, waarbij ze focussen op meer hernieuwbare energie uit de bodem en ondergrond, effectiever en efficiënter gebruik voor ondergrondse infrastructuur, voldoende grondwater van goede kwaliteit, verbeteren van de bodemkwaliteit, het verantwoord benutten en beschermen van de bodemwaarden en het evenwichtig verdelen van de ondergrondse ruimte. Ze werken met de bodemladder, dus beheersbaar, omkeerbaar en hernieuwbaar. Ook op stedelijk niveau hebben we in Nederland enkele interessante zaken teruggevonden. Arnhem is gaan kijken hoe dat de ondergrond in het bestemmingsplan kan geïntegreerd worden. Ze hebben daarbij expertise vanuit verschillende invalshoeken gebundeld, dus milieu, ruimtelijke ordening, archeologie. En ze werkten samen met zowel de provincie, de waterschappen en externe adviseurs. Assen en Maastricht hebben een visie uitgebouwd rond ondergrondruimtegebruik. De bodemvisie van Assen gaat in op archeologie, aardkundige waarden en grondverontreiniging. En dan hebben we nog verkenning, visie en data, waarbij Maastricht een bodemstrategieverkenning heeft opgestart, waarbij dat de meerwaarde van de ondergrond inzichtelijk werd gemaakt ter ondersteuning van hun algemene ruimtelijke strategie. Ze wilden eigenlijk meer inzicht hebben op de lokale problemen en kansen, bijvoorbeeld wateroverlast, ondertunneling. En in de structuurvisie heeft ondergrond eigenlijk hun eigen hoofdstuk gekregen, waarin dat deze gepositioneerd wordt als een belangrijke ruimte voor een duurzame en geleidelijke stadsontwikkeling. Ook om de ondergrond beter te betrekken hebben ze een databank ondergrond gemaakt, waarin dat eigenlijk de vertaalslag wordt gemaakt van geologische data naar informatie. Ook in Vlaanderen, wij blijven ook niet achter. Gent heeft zo al in zijn structuurvisie 2030 de ondergrond als een van de bepalende netwerken opgenomen en heeft speerpunten, concepten en bouwstenen gedefinieerd. Oostende, Leuven en Mechelen hebben meegedaan aan een vernieuwende ontwerpstudie, Stad Maal Ruimte, in samenwerking met Centrum Ondergronds Bouwen en TU Delft, waarbij dat verschillende plekken herontworpen werden, maar met specifieke nadruk op de ondergrond als dus holistisch systeem. Geel heeft in hun strategische visie ondergronds bouwen als ruimtelijk ontwikkelingsprincipe om ruimtelijk rendement te verhogen opgenomen. En Antwerpen duidt in zijn conceptnota de ondergrond als extra dimensie. Nu, wat hebben we gedaan in Vlaanderen? Vlaanderen heeft in zijn beleidsnota omgeving 2019-2024 onder strategische doelstelling 3 verstandig benutten van de ondergrond opgenomen dat we beter zicht zullen krijgen op de interactie tussen de ondergrond en bovengrondse processen en het beleid omtrent een efficiënt ondergrondruimtegebruik. Zoals dat Adeline al aangehaald heeft, zit in de Vlaamse strategie duurzame ontwikkelingen opmaak een beleidsproject rond duurzaam ondiep ondergrondruimtegebruik. We hebben de databank ondergrond Vlaanderen die een heel belangrijke rol speelt, waar Marleen straks meer zal toelichting verschaffen. We hebben het ondiep geologisch 3D-lagen en voxelmodel, waar jullie ook straks meer zullen over horen. De beleidsverkenning, expertenadviezen en een actieprogramma ondergrondruimtegebruik dat uitgerold wordt, waar dat we inzetten op beleidsinhoud, instrumentarium, studies en dat we eigenlijk proberen kapstokken voor lokaal beleid te definiëren, visualiseringsmogelijkheden te tonen, belang van data en van partnerschappen. Nu, samenvattend zien we eigenlijk dat er veel verschillende wijzen en instrumenten zijn waarop dat je kan doen aan planning van de ondergrond, zowel op vlak van strategisch niveau als meer uitvoerend. Dat vaak stapsgewijs is. Men begint met een aantal studies, koppelt daar dan een visie aan, dan gaan we naar masterplanning en zo verder. Het vaak ook wetenschappelijk onderbouwd is, wat dan wel noodzakelijk is. Dat er een beleidsvisie kan zijn rond ondergrond, dat die vaak ofwel apart wordt gezien, ofwel geïntegreerd wordt in een grootschaligere algemene ruimtelijke visie. Maar we zien ook wel dat de eigenheid van die buitenlandse plansystemen heel bepalend is. We kunnen niet knipplakwerk doen met Hongkong naar Vlaanderen. Dat werkt niet. Dat is ook een volledig ander schaalniveau. En onze wetgeving is ook helemaal anders. Dus context en schaal is heel erg relevant. En we zien ook dat afhankelijk van de noodzaak en waar dat we willen op inzetten, dat je op die manier het gepast instrumentarium kan kiezen. Nu, bedankt voor jullie aandacht. Als jullie zelf nog weten hebben van initiatieven in de ondergrond, of jullie zelf een stadsbestuur die zegt van ja, maar ja, wij zetten daar ook op in, geef het gerust door, dan kunnen wij een bundeling maken en kunnen jullie ook inspirerend zijn voor andere lokale besturen die zoekende zijn naar een manier om de ondergrond in goede banen te leiden. Dank u wel. Dank u wel, Shana.
We gaan nu over naar een meer praktische toelichting. Shanna, ik zie wel dat er een aantal vragen zijn in de chat. Ik denk dat er een aantal dingen kunnen beantwoord worden in de chat. We gaan na het volgende stuk eventjes terugkomen op de vragen. Maar ik denk dat er een aantal dingen al in de chat beantwoord worden. En waarvoor dat niet het geval is, komen we na het stukje van Marleen even op terug. Want we gaan nu inderdaad naar een meer praktische toelichting, want Marleen gaat een demo geven van de databank Ondergrond Vlaanderen. En aansluitend zal Pieter Nieblaat, hij is projectmanager bij de dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent, hierop een reflectie geven. Dus Marleen, ik denk dat jij kan beginnen te delen. Ja, prima zichtbaar. Ja, oké. Een praktische demo voor de gebruikers die minder vertrouwd zijn. Voor degenen die wel al vertrouwd zijn met DOV is misschien herhaling. Op zich ga ik via slides de functionaliteiten en het dataaanbod aan bod laten komen. En dus niet echt mij wagen aan een live demo. Ik denk dat dat ook heel moeilijk zou te doen zijn in de tijdspanne dat er nu is daarvoor. Denk ik dat we opleidingen, dat dat beter formule is, of de handleidingen die ter beschikking zijn. Oké, dan gaan we van start. Om te beginnen nog een keer de thema's opfrissen waarvoor data binnen DOV ter beschikking is. Bodem, daalstoffen, geologie, grondwater, geotechniek, geothermie. Dat zijn de grote traditionele kapstokken waar rond dat we de data gebundeld aanbieden in DOV. Wat dat daar recent eigenlijk ook een stuk van afgeleid is, is dan meer ja, thematisch of vanuit de maatschappelijke problematiek geredeneerd. Dus klimaat heeft ervoor gezorgd, hè, dus temperatuurverhoging die zich voordoet, dat er meer en meer ook problemen ontstaan die het gevolg zijn van droogte. En dus schade bijvoorbeeld aan constructies teweeg brengt. Allemaal ook grotendeels terug te leiden tot eigenschappen die in de ondergrond aanwezig zijn en waar dat in meer of mindere mate bij concept van infrastructuur rekening gehouden is met die problematiek. Katrien de Nijl komt daar misschien straks ook nog wel op terug, dus verder ga ik hier nu niet op uitweiden, maar dus daar wordt momenteel ook onderzoek rond verricht en vanuit die problematiek ontstaan dan ook themaloketten. Heel recent nieuw thema binnen DOV naar aanleiding van de PFAS-verontreiniging is de PFAS-verkenner aan het groot publiek ter beschikking gekomen, wat dat momenteel ook de basis vormt om rond bodemverontreiniging eigenlijk de verdere samenwerking met OVAM te structureren en ook die data dan in DOV op termijn aan te bieden. Welke tools biedt DOV momenteel? Startpunt is de portaalpagina, waarbij dat voor de publieke gebruiker eigenlijk verschillende links voorhanden zijn die ervoor zorgen dat data op een gemakkelijke manier geraadpleegd kan worden. Voor degenen die ook mee aan het beheer zitten van de data, hebben we de login-knop die daar rechts van boven staat en die dus een beveiligde omgeving biedt voor alle partners die samenwerken binnen DOV. Voor de erkende boerbedrijven is dat eigenlijk ook het verplichte kanaal langs waar dat data via hen binnen DOV ter beschikking komt. Dus dat gaat dan over alle boringen die in het kader van Vlarel-erkenning gedefinieerd zijn als zijnde verplicht aan te leveren. Gaat over grondwaterwinning, gaat over geothermie, gaat over bemalingen, gaat over geotechnische boringen. En dan nog een hele specifieke categorie van de hele diepe boringen. Dus boringen in het kader van bodemsanering vallen buiten die verplichte regeling. Ja, dan echt naar de praktijk. Hoe kun je dan met die data aan de slag?
We bieden daarvoor verschillende tools. De verkenner is daar het belangrijkste instrument dat een toegang heeft tot alle data. Maar daarnaast hebben we ook een mobiele applicatie voor de virtuele boring gebouwd. En zijn de data ook als open data via services ter beschikking. En uiteindelijk ook voor de hele geavanceerde gebruikers hebben we de PI-DOV-omgeving, waarvoor dat ik straks ook nog iets aan bod laat komen. De verkenner. Veel mensen vinden misschien de knop linksonder niet direct, maar heel ons kaartenaanbod zit hier verstopt onder de knop kaartlagen kiezen. Dus houd die knop linksonder goed in de gaten, activeer die en dan kom je in de kaartenatlas die ter beschikking is, die gerangschikt is voor kaarten die via DOV aangeboden worden. Dat zijn er dus meer dan 5000 in totaal op dit ogenblik al, die dus in een boomstructuur georganiseerd zijn. We hebben achtergrondkaarten of kaarten vanuit andere thema's die er in aangeboden worden in een vaste boomstructuur ook. Dat geeft u al een mogelijkheid voor data te vinden die heel dikwijls gecombineerd wordt met ondergronddata. Maar dat neemt niet weg dat je ook uw eigen of externe services die ter beschikking zijn kunt gebruiken. En op die manier is eigenlijk de sky the limit. Van zodra de kaarten ontsloten zijn zoals dat ze eigenlijk verwacht worden in Vlaanderen, dus via die OGC-services, kunnen die in de kaarttoepassing van DOV, dus de verkenner, gecombineerd worden. Tools die ter beschikking zijn, de voornaamste de doorprik om elke kaart onmiddellijk te bevragen, de virtuele boring en de virtuele profielen, waar ik straks ook op terugkom. En dan het voornaamste ook om met de data die te verkennen en te gaan zoeken gericht naar welke data, zijn de selectietools die ter beschikking zijn. En last but not least, het geavanceerd zoeken. Die voor alle kaartlagen waarvoor dat WFS ter beschikking is, dus ook externe kaartlagen kunnen gewoon gebruik maken van de geavanceerd zoeken. Een voorbeeld, ik zoek naar de boringen die dieper zijn dan 5 meter, waarvoor een lithologische beschrijving ter beschikking is. Die criteria kunnen ingegeven worden en de lijst wordt onderaan gegenereerd in het zoekresultatenpaneel. En met die selectie kunnen dan verder aan de slag om ze te downloaden, om ze te verder te bekijken enzovoort. Eens een goed kaartbeeld samengesteld en een selectie doorgevoerd, dan hebben we de bookmark-functionaliteit die u toelaat om een URL te genereren die dan nadien kan gedeeld worden. En dus in die URL worden alle selecties, worden alle instellingen bewaard en bent u vertrokken om dan op datzelfde gebied met diezelfde problematiek in feite voor een volgende analyse daar verder gebruik van te maken. Die functionaliteit zijn we trouwens momenteel ook nog verder aan het uitbouwen, zodanig dat die eigenlijk beheerd kunnen worden en op een gemakkelijke manier voor later hergebruik ook ter beschikking zijn. De tool die we intern hebben om lengteprofielen te genereren bijvoorbeeld, zal hiervan gebruik maken. En op die manier zijn heel veel stappen die nu dikwijls moeten herhaald worden, dan alvast gebakken in een boekmark en kunnen dan van daaruit verder werken de volgende dag of met collega's enzovoort. Dus niet alleen de verkenner is het product, maar ook dus de data op zich, bijvoorbeeld in een QGIS-omgeving. Als je de URL van de WMS ingeeft, dan heb je die 5000 kaartlagen ook onmiddellijk ter beschikking.
Dus enerzijds om gewoon die kaartlagen te bekijken, anderzijds om de kaartlagen of de data te downloaden. Dus daarvoor dienen die WFS en die WCS-services. Naar gelang dat de kaart eigenlijk vectorformaat of rasterformaat ter beschikking staat. En dan voor de experts hebben we de PyDOV-module die eigenlijk in de data op een gemakkelijke manier in een Python-omgeving laat binnentrekken, zodanig dat je niet gebonden bent aan de verkenner, maar dat je die data zelf in je eigen omgeving met je eigen vraagstukken, je eigen noden om te visualiseren en ook nog veel meer data in één keer te kunnen verwerken. Daarvoor hebben we die PyDOV-module gemaakt. Alle informatie daar rond vindt u via de links die dan via de presentatie ter beschikking zal zijn. Maar ja, wat doen we met die data? Uiteindelijk, de gebruiker wil niet ook elke keer alles opnieuw moeten kunnen genereren van inzicht. Dus van data naar informatie. Shana maakte daarnet al allusie op. En dus ook daar werken we rond binnen DOV. Dus via de extra tools die ter beschikking zijn en afgeleid kaartmateriaal, voornamelijk dat dan uit die data gegenereerd wordt. Dus themaverkenners zijn daar een voorbeeld van. Ik kom hier nog een keer terug op het PFAS-voorbeeld. Dus om dan snel vanuit een bepaalde problematiek de data bijeen te kunnen zetten, maken we themaloketten die dan in de drop-down daar rechts kunnen geactiveerd worden. En door de eerste tab die geboden wordt, heb je dan eigenlijk voor dat thema de kaarten die relevant zijn onmiddellijk ter beschikking. Vanuit ondergronds ruimtegebruik, dat is ook al niet van vandaag dat die problematiek zich stelt en dat er de grondmechanica die aan de grond ligt in feite of aan de basis ligt, stabiliteits issues die er zijn, daar was vroeger ook al natuurlijk aandacht voor. De grondmechanische kaarten die dus destijds voor Gent en Antwerpen gemaakt zijn, die kaarten die worden ook ontsloten via DOV. Niet alleen weten waar dat die kaarten zijn, dat zijn ook hele papieren bundels die ter beschikking zijn. Die zijn door de afdeling geotechniek ook gedigitaliseerd geworden, dus al dat afgeleid kaartmateriaal is ter beschikking om dan eigenlijk die beleidsvisie rond ondergronds ruimtegebruik op te gaan baseren. Recenter werken we natuurlijk aan die 3D-modellen en de voxelmodellen, waar Katrien dan straks op terugkomt, om die dan gemakkelijk te gaan bevragen, hebben we de virtuele boring en de virtuele profielen voorzien. Maar je ziet hier op de kaart heel veel punten waar de boringen of sonderingen gebeurd zijn. Maar in een gebied waar dat er niets geweten is, biedt die tool dan natuurlijk al een eerste inzicht. En de tool laat u toe om met die opties te gaan spelen en de verschillende modellen die we ontsluiten met elkaar te combineren of ze eventueel apart te bekijken, bijvoorbeeld om een gemakkelijke manier te zien, tot 25 meter onder maaiveld is het gemakkelijk om, of is het eigenlijk noodzakelijk om één model afzonderlijk te activeren. En dan is die begrenzing een knop die ter beschikking is. Naar gebruik of hergebruik van de materie die bij ondergronds ruimtegebruik naar boven komt, hebben we eigenlijk ook de darmstoffenverkenner ontwikkeld die toelaat om via punten, lijnen, volumes eigenlijk te gaan nagaan welke grondsoorten zijn daar of potentiële darmstoffen zijn daar ter beschikking en op welke diepte, welke volumes kunnen daar eventueel naar boven komen zodanig dat niet alleen in ontginningsgebied rekening mee gehouden wordt, maar eigenlijk ook bij elke ontgraving van grond.
dat die tool is uiteraard alleen maar ter beschikking waar dat die daadstoffenmodellen momenteel opgemaakt zijn. Dus dat geldt voor de leemstreek en voor de grindomgeving. Als conclusie of vaststelling, uiteindelijk biedt DOV heel veel data en vormt dat nog altijd een uitdaging natuurlijk voor de ruimtelijke expert om daar de conclusies uit te trekken en de planning dan voor een lokaal gebied te mee gaan doen. Dus en als je dan dieper ingaat op een lokale situatie, dan kom je eigenlijk ook nog snel tot de vaststelling dat er toch nog heel wat onzekerheden zijn in de kennis en leemtes die moeten weggewerkt worden. En dus vooral vanuit oogpunt stabiliteit, impact op grondwatervoorraad, voorkomen van verspreiding van verontreiniging, is specifiek onderzoek op elke site toch nog altijd essentieel om eigenlijk dan een win-win te creëren. Is de boodschap voortdurend alle data, als we die kunnen samenbrengen en laten doorstromen naar DOV, dan weet iedereen en elk volgend project kan dan gebruik maken van de gegevensbasis die uit een vorig is ontstaan. En zo is de cirkel in feite rond. Om nog een keer de link te leggen naar, moeten we dat wel doen en waarom doen we dat? In feite is het verdrag van Aarhus, die gestart is met openbaarheid van milieuinformatie, die aan de basis ook gelegen heeft van bestuursdecreet, van besluit rond verspreiding van milieuinformatie. Het resultaat van DOV en de samenwerking die daar momenteel is, is eigenlijk in uitvoering van die bepalingen die er internationaal zijn. En het verhaal gaat eigenlijk ook verder. En dus we hebben ondertussen ook nog de Inspire-richtlijn die we moeten die omgezet is en die geïmplementeerd is. Data die conform die richtlijn moet ontsloten worden. Momenteel is er ook een herwerking van die PSI-richtlijn die dan binnenkort zal geïmplementeerd worden via die Implementing Act hoogwaardige datasets, waarbij dat boringen, sonderingen, grondwaterdata, eigenlijk alle Inspire-thema's komen hierin terug. En Europa vraagt dat die data open, kosteloos en via API's ter beschikking worden gesteld. Dus het stopt voor DOV zeker niet van vandaag. En dus we moeten in die internationale context verder werken. En dus de samenwerking die we moeten op gang brengen in functie van ondergrondsruimtegebruik, de ideale partners zijn daar de lokale besturen in eerste instantie. En aangezien dat we vandaag ook een reflectie krijgen van Stad Gent, kan ik hier alleszins zeggen dat we met Gent op zich de samenwerking recent zijn opgestart. Dat de focus daar op grondwaterstand en infiltratiemetingen momenteel ligt. En dat ik dus momenteel heel erg uitkijk naar die reflectie. Voilà, dat is mijn verhaal. En hier nog de contactgegevens voor vragen of voor andere initiatieven, organisaties die samenwerking willen op gang brengen. Prima. Ik zou graag eventjes dadelijk naar Pieter overgaan, als dat voor u is oké is, Marleen. En dan komen we dan op de vragen terug. Ja. Goedemorgen. Normaal gezien komt mijn PowerPoint live. En dan zullen jullie dat zien. Kunnen wij van start? Ja, we zien ze. Fantastisch. Hier bij Stad Gent, wij zijn een vrij grote organisatie. Ik spreek zelfs over Groep Gent in feite. Waarbij er heel veel projectleiders bezig zijn met de ondergrond. Vanuit de wegendienst, de groendienst, maar ook vanuit bouwen enzovoort. Ik heb soms het gevoel als u ergens een deur opentrekt dat er nog een bestofte projectleider kan zitten. Nu, dat wil zeggen dat al die mensen informatie verzamelen. En we hebben ook vastgesteld dat toen dat wij bijvoorbeeld bezig waren met de droogtestudie in 2019, dat het vrij moeilijk was om al die data deftig te verzamelen. Dat kwam in tabelletjes, dit is bijvoorbeeld van infiltratiestudies, lijstjes met de grondwaterstanden die uiteraard onmiddellijk interpreteerbaar zijn in Excel.
PowerPoints, andere lijstjes, heel diverse manieren van verzamelen en heel erg projectgebaseerd, waarbij dat na een jaar of twee jaar gestopt werd met meeten, de conclusie was duidelijk, kon infiltreren of niet. En dat ging in de map, bij wijze van spreken. Dus het is een groot verlies van informatie. We hebben dat allemaal een beetje beginnen samenvatten op kaartjes. Dit is een vrij primitieve Google Maps versie daarvan. Van waar hebben we allemaal pijlbuizen dat we kunnen opvolgen. Maar in de praktijk merk je dan dat er daar nog veel verrassingen zijn. Zo plots, meerdere pijlbuizen. Zijn die van ons? Misschien wel, misschien ook niet. Random pijlbuizen die opduiken, dat we het niet van weten. Dus er is een grote behoefte om te weten binnen de organisatie, wat doen we en wat kennen we al? Dus ik dacht, de oplossing is vrij simpel. We gaan dat op een kaartje zetten. Het is ons intern systeem voor onder andere vergunningen enzovoort. Nu, om dat op een kaartje te zetten, moet je ook een datastructuur hebben. En dat bleek al heel snel weinig haalbaar om dat zelf op te zetten. Dus heb ik gemaild naar Marleen. Allee, op dat moment wist ik nog niet dat Marleen bestond. Dus dat is gewoon naar DOV dat ik gemaild heb. En ze heeft daar heel snel op gereageerd. En we spreken over 2019. Dus een snelle samenwerking opzetten, dat was de bedoeling. Maar dan even later kwam corona. En dan kwam PFAS. En dan allemaal wat vertraging opgekomen. En dan zijn we onze data beginnen samenvatten in Excelletjes. Die we samen hadden gemaakt. En dat waren lange lijstjes met veel kolommen. Ik had dan gelukkig op een gegeven moment een stagiair die me heeft kunnen helpen. En dan moest dat van die Excel nog naar XML gaan. Dat was best wel een stevige brok werk om dat gedaan te krijgen. En dat is eigenlijk pas deze maand, vorige maand, min of meer rondgeraakt. Maar wel al met positief resultaat. In die zin dat aparte Excel-tabbladjes zoals deze, ik ben heel rap aan het gaan, dat is niet erg, denk ik, snel overgaan naar deftige grafiekjes zoals deze van DOV. En wat hebben we daar vooral bij gemerkt, is dat datakwaliteit heel moeilijk te realiseren is. Je kunt dat wel realiseren, maar als je al een hoop informatie hebt, zijn we er eigenlijk volledig opnieuw moeten doorgaan om te gaan uitvolgen hoe goed is die data, van waar komt die data. En dat ook allemaal in die Excelletjes gaan steken. Dat komt dan ook allemaal in DOV terecht. En dat is eigenlijk heel belangrijk bij dat soort metingen, om dat altijd te weten. Van waar komen de coördinaten? Hoe heb je dat gemeten? Is dat ten opzichte van het maaiveld? Is dat van de pijlbuis? Allemaal dingen die heel belangrijk zijn. En het is heel goed dat DOV ons dat oplegt. Want als we dat afzonderlijk bij de verschillende diensten van de stad blijven doen, heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Die komen op het einde een binair resultaat. Ja, infiltreren of niet, we gaan het niet doen, we gaan bufferen. En al de rest interesseert dat niet. Maar om er later nuttige dingen mee te doen, dan moet je natuurlijk wel weten wat de foutmarge op je meetingen kan zijn. En er is ook nog heel veel werk aan de winkel, helaas, om dat nog beter te doen. Dus mijn data van Stad Gent, die staan nog niet live, omdat dat nog niet op punt staat. Ik moet bijvoorbeeld nog heel veel fouten uit die XML's halen. Ik moet nog veel filterstellingen gaan opzoeken van pijlbuizen van 5-6 jaar geleden bijvoorbeeld. En we willen ook onze diverdata in DOV krijgen. Dat kan. Dat is fantastisch, want dan moet ik ook niet zelf een register gaan bijhouden. Ze hebben een systeem gemaakt om uw instrumenten daarin te registreren. Instrumenten koppelen aan de pijlbuis, uw data op te laden naar dat instrument of naar DOV. En dan, het ultieme doel zal zijn dat je op de grafiek hier ook, dat is onze eigen grafiek, hè, maar op DOV kun je dan ook zien waar uw manuele metingen zijn. Dus je gaat veel sneller zien dan dat wij nu hebben, dat er ergens een serieuze fout gebeurt. Maar hoe gaan wij dan als Stad Gent die data gebruiken? Dat is ook nog een uitdaging dat wij voorstaan. We kunnen die link gebruiken van DOV, die bookmark,
of wij gaan eigenlijk de services gebruiken om de data zelf binnen te trekken. Zowel onze groendienst als onze wegendienst hebben zelf een eigen HIS-platform voor de exploitatie. En dan is de bedoeling dat die pijlbuizen daar effectief gewoon op staan. Dat de mensen die op het werk gaan, op het veld gaan, veel gemakkelijker kunnen zien dat er daar instrumenten of pijlbuizen aanwezig zijn. En dat die ook niet gewoon worden weggeschept met de kraan, want dat gebeurt effectief. En dan hoop ik dat dat iets langer gaat meegaan. Er zijn ook nog een paar issues die we moeten uitwerken, maar dat is dan ook vooral binnen de stad bijvoorbeeld. Hoe gaan we die data in DOV krijgen? Want ik heb nu van alle soorten systemen gemaakt om van Excel naar XML te gaan, maar als DOV verder evolueert, dan moet dat telkens gerefreshed worden, moet dat upgedatet worden, dat blijft werken. Daar ben ik eigenlijk niet van plan. Hoe gaan wij data van derden ook in DOV krijgen? Bijvoorbeeld van het GMF dat pijlbuismetingen wil doen. Die zijn ook nuttig. Hè? Als dat in DOV geraakt met de juiste informatie van waar dat iets komt, dan is dat goed. Hoe gaan wij real-time data in DOV krijgen? Hè? We hebben al één pijlbuis dat we binnenkort real-time gaan meten. Dat kan. Hè? DOV heeft API-services. Maar gaan we dat voor onszelf ontwikkelen? Kunnen we dat samen doen met andere organisaties? En er zijn nog andere data over de ondergrond dat we graag ergens op een platform voor de DOV kunnen gebruiken, maar ook, luchtmetingen, zou dat even goed kunnen, waarbij dat je telkens kunt weergeven welke kwaliteit dat daarachter zit. Ik heb het gevoel dat ik er veel te snel doorgegaan ben, maar als er nog vragen zijn, kun je mij altijd bereiken op dit e-mailadres. En als nodig is, kan ik de volgende keer weer herhalen. Hè. Dankjewel voor jullie aandacht. Prima, dankjewel Pieter. Er zijn een heel aantal vragen in de chat geweest. Er zijn ook al bijna, denk ik, elke vraag in de chat die beantwoord is. Shana, tenzij ik mij vergis en we nog ergens moeten op terugkomen. Nee, we zijn alles gewoon aan het opvolgen en de vragen zijn momenteel allemaal beantwoord. Heel goed, prima. Prima dan, dankjewel Marleen en Pieter voor de interessante toelichting. Dan gaan we naar onze volgende spreker. Onze volgende spreker is Fransje Hoijmeijer. Fransje Hoijmeijer is universitair hoofddocent bij de vakgroep Milieutechnisch Ontwerpen van de TU Delft. Ze heeft een sterk interesse voor het betrekken van de ondergrond bij het stedelijk ontwerp en het visualiseren als onderdeel van het ontwerpproces is natuurlijk daarin cruciaal. En ze gaat vandaag daarover haar presentatie geven. Fransje, heel graag aan jou het woord. Je mag beginnen te delen. Dankjewel Marleen. Ja, hallo allemaal. Kijken, zo is die oké? Okay? Ja, prima, ja? Dank u. Oké. Okay. Goedemorgen, dank voor de uitnodiging om hier te vertellen over met name de visualisatiekant. En ik zal het, het is onderzoek wat we al jaren aan de TU Delft doen, maar waarin we eigenlijk ook in samenwerking met Vlaanderen en het onderzoek naar verrijking van het RUP met ondergrondse dimensie eigenlijk nog wel een mooie stap hebben gedaan. Dus ik zal het aan de hand daarvan laten zien. Mijn eerste beeld is een schilderij van Madelon Vriesendorp. En zij is oprichter van Office of Metropolitan Architect. En het is het bureau van Rem Koolhaas, die wereldberoemd is als architectonisch ontwerper. En dit is een beeld wat gemaakt is voor het boek Delirious New York. Dus het is een boek wat hij geschreven heeft over New York. En het gaat, de titel is Freud. En wat juist zo interessant is aan dit beeld, is dat het gaat over al het onderbewustzijn in de stad. En het mooie is dat de ondergrond hierin ook is meegenomen. En ik denk dat dit soort beelden en dit soort visies en verhalen super belangrijk zijn om de ondergrond ook mee te nemen in de planning en ontwerp van de stad. Want op het moment dat het niet gezien wordt, en in die zin is met name het ontwerpproces van de stad een moment waarin heel veel dingen worden samengebracht en afgewogen. Op het moment dat de ondergrond daar niet aanwezig is en dan ook vooral visueel, dan wordt het altijd achteraf georganiseerd en daar wordt het niet per se beter van.
In de jaren onderzoek hebben we gekeken van ja, hoe kan je die ondergrond dan ook het beste plaatsen, want het is natuurlijk een enorm complex systeem. Dus dit is een soort systeemoverzicht van ja, hoe linken al die ondergrondse onderwerpen zich aan die bovengrondse lagen. En dat is heel belangrijk, omdat ook die bovengrondse lagen van openbare ruimte of gebouwen of infrastructuur, dat zijn ook allemaal domeinen op zich. En dat zijn allemaal werkvelden waarin ze bepaalde mores hebben, waarin bepaalde contracten zijn, bepaalde visualisaties. Dus ja, je moet je ook realiseren dat je met mensen praat die een ander beeld hebben, een andere werkelijkheid. En om dat te verbinden is met name visualisatie vaak heel makkelijk. Ook omdat, net zoals hier zie je dat er hokjes zijn gemaakt. En het maken van hokjes is niet omdat het hokjesdenken betreft, maar juist omdat je dan beter kan verbinden. Dus echt het beter verbinden van alle aspecten is iets wat visueel veel beter gemaakt kan worden. En je moet het eigenlijk zien als een orkest. Dus het werken aan de stad is als een orkest waarin iedereen een eigen choreografie heeft en dat samen moet komen. En die taal. Een van de dingen, met name in Nederland, maar in het DOV zijn ze daar dus al veel verder mee. Maar bijvoorbeeld de bodemkundigen in Nederland, die tekenen de stad op deze manier. En hier is dus geen bodem in deze stad. En ja, dat is al ook aan de andere kant belangrijk om beter te visualiseren van wat er dan wel is. In plaats van omdat het niet past binnen hun legenda, wordt het niet getekend. Dus dat zijn ook aspecten die moeten veranderen. Wat ik zei, een ontwerpproces gaat dus over echt het samenbrengen en afwegen van heel veel verschillende dingen. Nou ja, dit is een voorbeeld van die noemen we een persectie. Dus het is een doorsnede met een perspectief. Waardoor je niet alleen bovengrondse relaties, maar ook relaties natuurlijk in de plattegrond kunt gaan koppelen. En waarin je eigenlijk de impact van veranderende ondergrondse systemen in relatie tot bovengrondse systemen echt kunt laten zien. Een voorbeeld is dat het zou duurzamer kunnen zijn om aan het scheiden bij de bron te doen. Dus ervoor te zorgen dat de verschillende stromen in het huishouden, dus zwarte, gele en grijze watersystemen, om die te scheiden. Maar ja, dat betekent dat je weer heel veel kabels en leidingen onder de grond krijgt. Nou, daar zou je weer een multi-utility tunnel voor kunnen gebruiken. Dus ja, het visualiseren van deze innovaties ook en impact op de ondergrond zijn heel belangrijk. Een van de dingen die we daartoe hebben ontwikkeld is een technisch profiel. En dit is dan met name voor stedenbouwers die dus al die informatie eigen moeten maken. Eigenlijk begint het ontwerpen met de doorsneden en is het tekenen van een doorsnede in relatie tot de plattegrond van de wijkschaal, maar ook in relatie natuurlijk tot hogere schalen, zoals jullie links zien. En ook een doorsnede als zijnde iets wat op verschillende schalen getekend wordt. Dus in het midden zie je meer de architectonische doorsnede met de relatie tot kabels en leidingen. En beneden is het echt de wijkdoorsnede, waarin hier tot uitdrukking komt dat de woningen aan de kant, aan de randen op palen staan en in het midden op staal zijn gebouwd. Nou goed, dat is voor het watersysteem van cruciaal belang om daar inzicht in te hebben. Dit zijn andere voorbeelden van hoe je die relaties in doorsnedes, maar ook in een soort van 3D zoals links, hoe de ondergrond ook beter getekend zou kunnen worden. Dit is een ander voorbeeld van hoe je ook eigenlijk die ondergrond kan relateren aan een bepaalde prestatie. Dus hier, dit hebben we gedaan voor de gemeente Leiden, waarin de ondergrond water op kan nemen, of het een geplaveide grond is of open bodem, waar de riolen liggen, heeft allemaal impact op de warmte en het watersysteem. Dus hier kun je op het moment dat een boom schaduw werpt op een open bodem, dan heeft het echt een koelend effect in je wijk. Dus op deze manier kun je met de doorsnede en met die prestatiebalkjes ook in beeld brengen hoe je meer klimaatbestendig zou kunnen ontwerpen. Een ander belangrijk aspect van het teken is dat het ook kan begeleiden in een soort van kavelpaspoorten of stedenbouwkundige paspoorten. Dus dit is een voorbeeld van hoe je ziet hier kavels. Dit is ook in Leiden, waarin eigenlijk per kavel wordt bepaald hoeveel open bodem, hoeveel water er per kavel moet worden ingebracht om dus een goed functionerend systeem te hebben
op wijkniveau. En hier zie je ook dat je deze regels zou kunnen tekenen op verschillende lagen. Dus dat, ja, we zijn nu gewend om eigenlijk alleen maar een plattegrond te tekenen. Maar ja, waarom ook niet een min 1 of een min 2 of een plus 2? In die zin zouden we dan ook veel meer begrip kunnen hebben voor de dimensionering van de stad. Dit is een voorbeeld van de laatste tekeningen die we gemaakt hebben voor de ontwerpstudie Ruimte keer Stad. Waarin we ja, echt de grote schaal van de bodem, wat uit de DOV kwam, het onderste plaatje, wordt gekoppeld aan een soort technisch profiel wat getekend is in het midden. Aan echt een ruimtelijk 3D-beeld van de locatie waar ontworpen moet worden. En op deze manier kun je altijd door de schalen heen denken en ontwerpen. Dit is een ander voorbeeld van Oostende. En wat dus ook heel belangrijk is, is dat je ziet dat natuurlijk ja, dat grootschalige bodemsysteem ja, heel anders is in de verschillende plekken in Vlaanderen ook. En dat dat al meteen impact heeft op je project. Nou ja, zoals Sjana ook al aangaf, er zijn ook natuurlijk allerlei andere 3D en modellen. We hebben veel samengewerkt met Injas van Kampenhout, die in de gemeente Rotterdam al dat soort modellen ook aan het ontwikkelen is. En kijkt van ja, wat zijn de verschillende bestaande systemen zoals BIM en dat GeoSim die gebruikt zouden kunnen worden. En dan heb je eigenlijk twee voorbeelden. Dus voxels, en dat zijn blokjes. Waarin eigenlijk per blokje, dat zie je aan de linkerzijde, per blokje van bepaalde onderwerpen prestaties zou kunnen worden gemeten. En aan de rechterkant is het echt een lijntekening met vooral kabels en leidingen, met punten en lijnen, waarin je de positionering van bomen en kabels en leidingen in 3D in elkaar tot relatie kan brengen. Dit is nog even het voorbeeld van die voxels. Waarin je natuurlijk ja, met bepaalde funderingen, en zoals houten palen en grondwaterstijging, die kun je in die voxels kun je die samenbrengen. En dan kun je met behulp van analyse gaan bekijken hoe je waar knelpunten zitten en waar niet. Injas was dus altijd bezig met die meer 3D tekeningen, terwijl ik met mijn onderzoek en mijn studenten vaak dan met een potlood aankwam lopen, dat hij dacht van ja, maar we gaan toch ontwerpen met ondergrond, dus je hebt toch computers nodig. Dat ik ook tegen Injas zei van ja, maar dat ontwerpen is toch iets met je hart, hoofd en hand, dus ja, een potlood is dan toch wel het meest directe hulpmiddel. Dus na jaren het gewoon tekenen en het modelleren en het 3D tekenen, hebben we een artikel geschreven over de distributed agency between 2D en 3D. Omdat wat je ziet, en dit is een voorbeeld van verschillende planfasen van de gemeente Rotterdam, visie, masterplan, stedenbouwkundig plan en het uitvoeren. Dat je eigenlijk ja, zeker in een proces kan zien van ja, wanneer heb ik wat nodig. Want soms is een 3D-programma, visualiseert het heel goed en kan je analyseren. Maar het kost enorm veel tijd, het is ontoegankelijk. En soms wil je gewoon koffie drinken met een potlood en op papier tekenen. Dus ja, die wisselwerking hebben we eigenlijk in dit per fase uitgezocht in dit artikel. Nu koppelend aan het RUP hebben we gekeken, nou, wat zijn eigenlijk de hoofdaspecten van het ruimtelijk uitvoeringsplan in Vlaanderen. En op welke manieren kan de ondergrond hieraan toegevoegd worden. En ik zal nu dan met name focussen op en hoe wordt dat dan gevisualiseerd. Dus dit zijn, ik zal niet alle aspecten, hoofdpunten doorlopen, maar een aantal. Wat we gedaan hebben ook, is we hadden de gemeente Oostende als casus bereid gevonden. En we hebben eigenlijk om het dus te testen, een nieuw RUP met ondergrond, hebben we samen met studenten een ontwerpstudie gedaan, waarin ze eigenlijk gericht op de ondergrond twee voorstellen hebben gedaan, de dobber en het slagschip. Dus dit zijn even de conceptuele tekeningen die later ook in de tekeningen hierna en naar voren zullen komen. Dus wat je ziet in het huidige RUP is dat een van de visualisaties, of het eerste is eigenlijk de huidige bestaande ruimtelijke structuur. Nou, als je deze beelden ziet, dan ontbreekt de ondergrond daar al meteen aan.
En met behulp van een systeemverkenning ruimte en ondergrond zou je eigenlijk altijd eerst heel systematisch op een wat hoger resolutieniveau, wat lager moet ik zeggen, lager resolutieniveau, doornemen welke onderwerpen doen ertoe in dit gebied, ondergronds onderwerp, want soms zijn er natuurlijk heel veel dingen die het aanhoren. Vervolgens kan je dan dus zo'n technisch profiel tekenen als onderdeel van de analyse van die bestaande situatie. En dat betekent dus eigenlijk dat aan de huidige tekeningen een aantal legenda-eenheden worden toegevoegd. Want nu zijn de legenda-eenheden hier op de linkerkant. Dus het gaat over panden, vooral erfgoed en dat soort zaken. Dus het is erg bouwkundig gericht. Maar goed, je kan daar dus ook al die ondergrondlagen die in het DOV zitten, over vereniging en andere zaken, die kun je aan die tekeningen eigenlijk vrij eenvoudig toevoegen. Een andere visualisatie in het ROP is het verordend grafisch plan. Dus dat zijn eigenlijk overzichtskaarten, zoals jullie hier zien, de bestaande kaarten. Ja, en eigenlijk ontbreekt het daar ook aan de doorsneden, maar ook aan categorieën die wat specifieker ingaan. En dat noemen ze nu strategische projectlocaties. Via die legenda-eenheid zou je eigenlijk veel verder nog kunnen, met behulp van de doorsnede, kunnen visualiseren wat daar eigenlijk in de ondergrond zou mogen gebeuren. Of je inderdaad de grond in mag, de ja of de nee. Dus een toevoeging. Dit is een voorstel wat we gedaan hebben om aan de uitwerking van die strategische projectlocaties toe te voegen, waarin je dus de verschillende maaivelden, en dus ook in per maarveld zou je dan verschillende functies kunnen in relatie tot elkaar kunnen invoegen. We hebben dit gedaan aan een voorbeeld van MVRDV heeft voor Oosterwold, dat heet dan organische stedenbouw, waarin eigenlijk gezegd wordt, je mag hier alles, maar het moet in een bepaalde verhouding. Dus hier rechtsboven zien jullie dat eigenlijk elk programma mag een bepaald percentage van het kavel bestaan. Dus op deze manier geef je eigenlijk een gereedschap om dit soort strategische projectlocaties al in hoofdlijnen op voorhand visueel richting te geven. Het onderdeel van de stedenbouwkundige voorschriften, daarin stelt dus voor om die maaivelden daarin verder op te nemen. En wat eigenlijk heel interessant is aan het ROP, wat wij in Nederland totaal ontberen, is dat er in, want bij ons is het een bestemmingsplan op dit moment, het wordt een omgevingsplan, wat vrij statisch is. Maar het interessante aan het ROP is dat er in die stedenbouwkundige voorschriften ook een soort onderzoeksopdracht kan liggen. Van zoek dit verder uit. Dus dat geeft heel veel aanleiding om dat om dus verder uit te laten zoeken als onderdeel van het ROP. Van hoe ga je met je bovengrondse kavels om, maar misschien ook met die ondergrondse kavels. En hoe programmeer je dat, omdat soms onder de grond, heeft Sjaan ook laten zien, kun je functies opnemen die eigenlijk misschien verstorend zouden zijn in een woonwijk. En juist door dat op deze manier te laten zien, kan je ook die mix beter opzoeken. Dus dit is eigenlijk nog een uitwerking voor Oostende daarvan. En dit is het slagschip project, wat een enorm groot gebouw is. Dus dit is het ontwerpvoorstel wat we getest hebben, waarin je kunt zien dat er bepaalde ondergrondse functies soms makkelijker dan goed te combineren zijn met wonen. Wat ze ook lieten zien dat in deze voorschriften is dat op het moment dat dus de stabiele laag heel diep is en je gaat de bodem in, dan is het eigenlijk simpeler om tot die stabiele laag te gaan. Dus zo diep dan dus maar heel ondiep te blijven en dan dus lange palen te moeten slaan. Dus in die voorschriften kan je hierop sturen, doordat je dus al onderzocht hebt waar zit die diepe laag, dat zit in je doorsnede, je technisch profiel. En dan zou je dus kunnen sturen op zeker hele diepe functies. Dat is dit plaatje eigenlijk. Dus de remmende kleilaag biedt eigenlijk kans om dieper te gaan. Terwijl als dat te diep zit of te ondiep zit, zoals hier, dan kan je beter minder diep gaan. Dit is ook het onderdeel van de inrichtingsstudie. Dus hier zie je ook dat je in die zin veel
de functies beter kan uitpluizen in de diepte en in de hoogte door de gebruik te maken van meerdere lagen en ook de gebruik te maken van doorsnedes. Dit is voor de beide ontwerpvoorstellen de visualisaties daarvan. Daarnaast kan je natuurlijk ook een 3D-visualisatie, zowel je hier eigenlijk al direct ziet dat de relatie tussen boven- en ondergrond al meteen een stuk minder duidelijk is. En daarom, of je moet op het moment dat je dit op papier wil uitwerken of wil vastleggen, dan zijn dit soort tekeningen eigenlijk veel toegankelijker. Dit is mijn laatste slide. Ik heb ook het gevoel dat ik heel snel ga, maar misschien is dat niet zo. Dat een visualisatie is niet zomaar een visualisatie van een eindbeeld. Een visualisatie speelt een hele belangrijke rol in het ontwerpproces. En het proces in die zin beïnvloedt ook die visualisaties. Dus het is altijd heel, heel erg van belang om niet, je zou daar bijna, zoals je tegenwoordig dataplannen moeten maken, een soort van visualisatieplan maken van, nou, wat moeten we echt in beeld brengen, op welk moment, om dus iedereen, alle stakeholders in dit plannings- en ontwerpproces mee te krijgen en het echt een verbindende rol te laten spelen. Dus zoals wij dat hebben gedaan voor de gemeente Rotterdam met hun standaard stedelijk ontwikkelingsproces zou je, want dit is bijvoorbeeld hier op rechts, dit is het proces van de ruimtelijk uitvoeringsplan, zou je ook voor dergelijke processen heel duidelijk kunnen gaan aangeven, nou, dit is een moment waarop we echt 2D, dit is een moment waarop we echt 3D informatie binnen willen krijgen. Tot zover, dank jullie wel. Bedankt, Fransje. Het was alvast een heel interessante toelichting over visualiseringstechnieken van de ondergrond. Ik geef wel nog even graag mee voor de aanwezigen dat het eigenlijk een verkennend expertenadvies was en dat we zelf intern nog aan het kijken zijn welke van de opties eigenlijk dat Fransje geschetst heeft, welke dat er mogelijk zijn binnen onze juridische context om mee te nemen in een RUP. En wat dat de implicaties daarvan zijn. Dus dat was eigenlijk nu een voorproefje dat jullie gekregen hebben. Ik zou zeggen, neem het mee jullie achterhoofd, maar springt er nog niet direct op. Want we gaan nog, er komt daar zeker nog een staartje aan. We zijn nog aan het kijken wat exact dat we er allemaal mee kunnen aanvangen. Marleen, er zijn nog enkele vragen over DOV in de chat gekomen. Onder andere over analogie van de boringen, of dat alle sondeergegevens ook in DOV moeten worden ingegeven. En eentje over de Vlaamse basiskaart, dat nog enkel in 2D beheerd wordt. En over het digitaal hoogtemodel, misschien dat je die nog even in de chat kan beantwoorden. En dan zie ik dat er nog eentje is binnengekomen voor Fransje. Werd voor Oostende ook rekening gehouden met het aanwezige veenpakket, die zeer gevoelig is voor water of zettingen? Eerlijk gezegd is het alweer een tijd geleden, maar dus ik weet niet meer wat de specifieke aspecten waren, maar dit was natuurlijk een experiment. En in die zin hadden we ook een ontwerpexperiment om juist ook de systemen en de kennis in de casus echt uit te dagen. Dus het was niet, het was geen zins een heel diep uitgewerkt technisch doorontwerp. Dus het was echt een verkenning. Maar dus dit kan ik niet beantwoorden. Okay. Dan nog eentje over een RUP en ondergrondse constructies die ik intern zal navragen en er later op antwoorden. Om zeker te zien dat het volledig correct is bij onze collega's die de RUPs opmaken. Ik denk dat dit het was. Geef gerust eens eentje in de chat als ik eentje gemist heb. Het is druk in de chat, wat dat goed is, want dat betekent dat er veel interesse is. Okay. Ja, dat is inderdaad waar. Geef nog eventjes mee dat de vragen ook in het verslag komen. Dus als moesten we daar nog ergens eentje gemist hebben, dan kunnen jullie daar nog raadplegen. We gaan nu naar de pauze. We zullen onder de pauze ook nog eens kijken of er nog vragen zijn die we in de chat kunnen beantwoorden. We gaan 10 minuutjes pauzeren.
Ik ga eens eventjes kijken hoe laat het is. We gaan om 11 uur... Dat is al maar 3 minuten. Wacht eventjes kijken. Jawel, om 11 uur gaan we terug beginnen met het vervolg van het programma. Zien we jullie zelfs graag terug. In het volgende onderdeel komen Katrien De Nil en Vicky Scharlaken aan het woord. Katrien is geoloog bij het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Ze is verantwoordelijk voor de sturing van ondergrond 3D-modellen, voor de geologische data in DOV en ook voor het beheer van de geotheek. De geotheek is een depot van stalen van de Vlaamse ondergrond. En vandaag zal zij het eerste stedelijk 3D-ondergrondsmodel van Antwerpen en de bijhorende visualisatietool voorstellen. En daarna volgt een reflectie daarop van Vicky Scharlakes. Vicky is dokter in de wetenschappen en werkt voor de dienst vergunningen van de afdeling Milieu van de stad Antwerpen. Het is op die afdeling Milieu dat haar interesse in de grondwaterproblematiek ontstaan is. Ze heeft zich dan bijgeschoold in de hydrologie en de grondwatermodellering aan de KUL en de VUB. En ze is momenteel aanspreekpunt voor alles wat met bemalingen te maken heeft voor de stad Antwerpen. Dus Katrien, heel graag aan jou het woord. Ik ga eventjes stoppen met delen. Goedemorgen allemaal. Marleen heeft mij al ingeluid. Hè. Ik wil jullie graag het ondiep model van Antwerpen voorstellen. Het geologische model voor de stedelijke regio Antwerpen. Maar eerst wil ik jullie graag eventjes ons team schetsen. Wij komen eigenlijk uit het team Natuurlijke Rijkdommen van ANRE, nog als mensen dat nog kennen uit het departement Leefmilieu. Maar tegenwoordig, de dag van vandaag, zijn wij team Geologie en Omgeving. Ik ga niet allemaal vertellen wat wij doen, maar ik wil jullie wel graag enkele kernproducten voorstellen waar wij onze werking eigenlijk op baseren. We zijn partner in de databank Ondergrond Vlaanderen, al bij het begin, waar we dus verantwoordelijk zijn voor de geologische data die in DOV zitten. We gebruiken ook DOV telkens bij onze ondergrondonderzoeken als startpunt. We extraheren de data die relevant zijn uit DOV. We verrijken ze doorheen het project en nadien publiceren we de data maximaal terug op DOV, zodanig dat ze beschikbaar zijn voor hergebruik. De 3D-modellen zijn een kernproduct waar we stevig op inzetten en dus ook een voorbeeld vandaag aan jullie voorstellen. Marleen zei ook al, wij beheren sinds kort een geotheek, een bovengrondse bibliotheek van ondergrondse stalen van Vlaanderen, ook beschikbaar voor hergebruik door de overheid, maar ook door derden. We hebben een monitoringssysteem duurzame oppervlakte delfstoffen, het MDO. En we doen sinds een aantal jaren ook drone- en pijlmetingen binnen ontginningsgebieden om de ontginningen op te volgen. Dus dat zijn een aantal kernproducten van ons. In geologische 3D-modellering hebben we al heel wat ervaring. We doen dat eigenlijk structureel met de mensen van FITO in het kader van een referentietaak met de Vlaamse overheid. Dat zijn de mensen van team RMA. En sinds 2007 zijn we bezig met veelal grootschalige modellen voor Vlaanderen. Maar we doen ook samenwerkingen met Nederland bijvoorbeeld, grensoverschrijdende hydrogeologische modellen, samen met de VMM bijvoorbeeld. We maken tools op die 3D-modellen. De virtuele boring is al aan bod gekomen. Er zijn ook virtuele profielen. En dus nu, sinds 2019, zijn we bezig met een ondiep model voor Antwerpen. Ik denk dat het hier vandaag geen betoog niet meer moet dat de druk in de ondergrond toeneemt. De druk naar ruimtegebruik, niet alleen bovengrond, maar ook ondergrond. En ja, die ondergrond die biedt kansen en uitdagingen. Dan denken we aan grondwaterfuncties, ook functies naar ruimtegebruik, maar ook bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Ook daar speelt de ondergrond een belangrijke rol. En ook bijvoorbeeld naar hergebruik van materialen. Het is zo, in Antwerpen staan er heel wat werken op stapel, waarbij gronden zullen vrijkomen of gronden zullen ingenomen worden. Wij willen met dit model voor Antwerpen eigenlijk een van die puzzelstukken leggen, namelijk die kennis van die ondergrond, ja, daar rond sensibiliseren, die kennis ook uitdragen en daar op die manier ons steentje aan bijdragen. De gouverneur van Antwerpen heeft ook in haar openingsrede van 2020 het belang van die bodem en ondergrond voor Antwerpen aangegeven. Dus daar willen we met dit model ook mee invulling aan geven. Laten we dan eens kijken naar het model zelf. Hè. Dus het was voor ons eigenlijk opgevat als een testcase. Waarom een testcase? Het was de eerste keer dat we voor een stedelijke regio een geologisch model maken. Niet zo evident, omdat er heel wat ingrepen in de ondergrond gebeuren
En omdat die stedelijke regio's ja, ook vaak zo leemtes in kennis zijn. Daar juist hebben we bijvoorbeeld de bodemkaarten gezien waar die stedelijke gebieden dan een blinde vlek zijn. Maar we hebben willen inzetten op Antwerpen, ja, omdat er verschillende opportuniteiten zijn naar grote infrastructuurwerken daar bijvoorbeeld. Dat we willen gaan kijken van hoe goed kunnen we onze kennis hier inleggen. Het is ook zo dat qua indeling van de geologische lagen er in Antwerpen heel wat nieuwe inzichten zijn. Er zijn ook heel wat nieuwe data, dus dat hebben we eigenlijk allemaal willen samenbrengen. Zodanig dat we nu een ondergrondmodel kunnen voorstellen voor de stedelijke regio en het havengebied. Jullie zien hier het modelgebied. Zoals ik daarnet al zei, DOV is meestal onze basis hè, om aan onze projecten te beginnen. De boringen en de sonderingen zijn daar voor dit project enorm belangrijk geweest. Het is het eerste project waar we echt als voor de geologische modellering gebruik hebben gemaakt van de sonderingen en de interpretaties van de sonderingen. Maar daarnaast hebben we ook heel veel andere kaarten gebruikt. De grondmechanische kaarten bijvoorbeeld zijn ook een heel nuttig instrument gebleken. De kwartairgeologische kaart bijvoorbeeld. Dus ook alle concepten die we al uit de geologische vroegere karteringen kennen, steken we mee in dit project. Maar we zijn verder gegaan dit keer ook. Omdat we in stedelijke context zitten, zijn bijvoorbeeld BIM-data gebruikt samen met wegen en verkeer. Wegenbestanden zijn gebruikt enzovoort. De uitdaging ligt hier natuurlijk in die stedelijke context. Die interactie tussen waar de mens ingrijpt op de ondergrond en waar de ondergrond van nature aanwezig is. We zien hier in die twee diagrammen een verdeling van de boringen en de sonderingen, waarbij we zien dat er naar de diepte toe natuurlijk heel wat minder gegevens voorhanden zijn. Sonderingen die reiken meestal tot de 20 meter ongeveer. Ook daar zien we een piek van aantal beschikbare boorgegevens naast die sonderingen. Maar ook ondiepe boringen zijn er wel heel wat aanwezig in die stedelijke gebieden. Nu, het model zelf, wat houdt dat in? We gaan dus modelleren van het DHM versie 2 tot min 50 meter THW, omdat we denken dat we daarmee echt wel de zone omvatten waar grote infrastructuurwerken of gebruik van die ondergrond of hergebruik van die ondergrond of interactie met die ondergrond in stedelijke gebieden zich voornamelijk afspeelt. We maken een geologisch lagenmodel, waarbij we dus tonen waar welke eenheden voorkomen en wat de eigenschappen van die eenheden zijn. De geologische lagen die we hebben ingedeeld, die zien jullie in het grafiekje. Dat zijn dus de formele eenheden die we gebruiken. Maar daarnaast, naast een geologisch lagenmodel, delen we die ondergrond ook op in voxels, in kubussen eigenlijk. Hè. We maken daar een blokkenmodel van. En die blokken die zijn elk 25 bij 25 meter en een halve meter dik. En aan die blokken, aan dat blokkenmodel, kunnen we eigenschappen hangen. Zoals tot welke geologische eenheid behoort het, maar ook wat is het aandeel dat we voor dat blokje kunnen verwachten aan veen, klei, silt, zand enzovoort. Ook kunnen we een uitspraak doen over het glaconietgehalte, een belangrijk mineraal in die neogene zanden in de Antwerpse ondergrond. En kunnen we uitspraak doen naar de betrouwbaarheid van die modellen. Kunnen we zeggen wat is de afstand tot het eerste dichtst nabije punt om een uitspraak te doen over de eigenschappen van een bepaalde voxel en wat is de datadensiteit voor een bepaalde eenheid op een bepaalde plaats. Dus dat is allemaal informatie die we meegeven samen met dit model. Hoe ziet dat er dan uit, zo'n lagenmodel? Natuurlijk hebben we een rapport, dat is gepubliceerd op DOV. We zijn sinds 2019 bezig met het project. We hebben daar vorig jaar een eerste oplevering van gekregen. Ik moet wel al meegeven dat we nog altijd bezig zijn aan het project, dus we kunnen daar nog wel een nieuwere versie verwachten tegen het einde van dit jaar. Maar toch hebben we het project al willen lanceren, dus er is al een rapport beschikbaar over het geologisch lagenmodel. De data zijn ook beschikbaar in formaten die zoveel mogelijk herbruikbaar zijn, en dat zijn dan vectorkaarten en rasterkaarten, grids. We weten waar de geologische eenheden voorkomen op basis van het model. De boringen en de sonderingen waarop gesteund wordt per eenheid, die worden ook ter beschikking gesteld. Maar ook rasterinformatie wordt ter beschikking gesteld. Van elke eenheid kennen we de basis, de dikte en de top. We hebben ook densiteitskaarten die we ter beschikking stellen. En daarnaast zijn er nog allerhande tabellen die worden gepubliceerd. Van het voxelmodel zelf, er is daar juist al een vraag in de chat geweest. Hè. Hoe wordt het gepubliceerd? Nu, dit is het formaat waarin we zo open mogelijk dit voxelmodel publiceren. En dat is een tekstfile, leesbaar. Met voor elke
kubus is eigenlijk een X- en Z-punt, centraal voor die kubus met eigenschappen daaraan. Eigenschappen van welke geologische laag is het en welk gehalte aan samenstellingen van lithofracties kunnen we verwachten. Nu, dat is leesbaar, maar dat is moeilijk werkbaar. We hebben daar instrumenten voor om die voxelmodellen in te lezen. Dit is bijvoorbeeld een beeld in de 3D subsurface viewer waarbij we die voxels voorstellen met hun geologische laag waarin ze voorkomen of bijvoorbeeld het gehalte aan klei voor een bepaalde eenheid. Nog een aantal andere voorbeelden om nu met dit model aan de slag te gaan. Het rapport geeft een aantal profielen doorheen het gebied en dat geeft al een goed inzicht in het voorkomen van de geologische eenheden en wat je kan verwachten. Rechtsboven zien we een beeld gemaakt door de collega's van Vito met de verspreiding van de antropogene laag. Dus de laag waar interactie van de mens in die ondergrond, waar we die kunnen verwachten en hoe diep die is of hoe dik dat pakket is. Dat is natuurlijk een ganse uitdaging hè, om dat in stedelijk gebied weer te geven. Ik denk dat we kunnen stellen, naar aanleiding van dit project, dat we daar altijd nog te weinig data voor hebben en dat daar echt werk aan de winkel is, ik denk, voor alle actoren binnen Vlaanderen, zowel overheid als niet-overheid, om die data te capteren, te verzamelen en die ook te gebruiken. Want natuurlijk, daar waar de mens ingegrepen heeft, in de ondergrond, is de samenstelling niet meer zoals we ze kunnen verwachten uit geologische concepten of geologische modellen. En dat heeft wel zijn implicaties hè, naar hergebruik van gronden of naar stabiliteitsproblematieken enzovoort. Een ander voorbeeld van hoe je met die data aan de slag kan, is bijvoorbeeld hier een voorstelling van de verdeling van fijn zand voor de formatie van Kattendijk bijvoorbeeld. Kunnen we zien dat voor die eenheid, dat die voornamelijk bestaat uit fijn zand in het gebied waar ze voorkomt. En hier nog een beeld van de 3D subsurface viewer. Dus die 3D viewer die wordt ook op DOV ter beschikking gesteld met een projectfile voor Antwerpen. Nu, het vraagt zeker enige inwerktijd om met die 3D subsurface viewer aan de slag te gaan, maar die biedt ook wel heel wat mogelijkheden. Je kan 2D beelden combineren met een 3D beeld en je kan er zelf profielen doortrekken. Rechtsonder heb ik een beeld gemaakt van de verdeling van de klei over het projectgebied aan de hand van profielen. Dus dat geeft onmiddellijk een ruimtelijk inzicht in de ondergrond. Een ander voorbeeld hoe we zelf met het model al aan de slag zijn gegaan, is we hebben een geologische analyse gemaakt van het veen dat in de ondergrond zit bij de geplande werken rond de uitbreiding van het tweede getijdendok. En hier zien we een voorstelling van het verwachte veenvoorkomen op basis van het model, waarbij we dus zien dat het veenpakket, het veen van Antwerpen, het lid van Rotselaar is dat dan formeel in ons model, zich vooral bevindt tussen, neem nu een halve meter dik en een halve meter diepte en 5 meter diepte THW. Het pakket kan gaan van 2 meter tot 5 meter dik. En dan hebben we een analyse gedaan aan de hand van het model, maar ook geverifieerd door nieuwe verkennende boringen die daar gebeurd zijn in voorbereiding op die grote infrastructuurwerken. En ook aan de hand van de stalen die in de geotheek ter beschikking zijn uit die boringen, hebben we eigenlijk kunnen concluderen dat het model een goede voorspellende waarde heeft ten opzichte van de boringen die daar gebeurd zijn. En dat we eigenlijk kunnen verwachten, als we denken aan een Olympisch zwembad, dat er 600 gevulde Olympische zwembaden aan veen zullen uitgegraven worden als we die dok zullen gaan uitgraven. Dus dat is zeker een uitdaging voor zowel de Vlaamse overheid als de lokale overheid om daar goed mee om te springen. Ik wil hier ook nog wel eens meegeven dat voor het gebruik van het model, ik heb hier geschreven, het model is slechts verkennend. Die slechts is niet slecht bedoeld natuurlijk, maar we moeten ons altijd bewust zijn dat het maar een model is natuurlijk. Hè. En een model is maar zo goed als de data waarop het gesteund is en de manier waarop het opgesteld is natuurlijk. Maar het levert wel heel veel inzichten in de variatie in de ondergrond in Antwerpen. En door ook de densiteitskaarten en de distance to point kaarten ter beschikking te stellen, willen we enkele tools aanreiken om meer voeling te krijgen met hoe betrouwbaar is een model nu op een bepaalde plaats voor een specifieke zone waar ik naar aan het kijken ben. Het is vandaag ook al een aantal keer aan bod gekomen, maar we willen hierbij ook wel benadrukken dat we het ondersteunen dat er bij lokale projecten en perceelsgebonden projecten of onderzoeken
terreinwerk, labowerk en analyses absoluut noodzakelijk zijn en dat het ter beschikking stellen van zulke model ja, dit nooit kan verhinderen dat het nodig is om voldoende onderzoek te doen, site-specifiek onderzoek te doen. We zijn eigenlijk nog bezig in het project van het ondiepmodel van Antwerpen. We zijn een modelverkenner aan het bouwen. Ik kan jullie daar straks al een preview van laten zien. We zijn die volop aan het testen. En we zijn ook onze dataset nog aan het actualiseren. Want we hebben de dataset in 2019 ja, eigenlijk een foto van genomen van de data op DOV in 2019. Maar doordat er zoveel beweegt in Antwerpen, vonden we het wel nuttig en nodig om onze dataset te actualiseren met nieuwe boringen, maar ook analyses die we onder andere zelf hebben laten doen. Analyses in het kader van hergebruik van de zanden die vrijkomen in het Antwerpse. Dat is een studie die we zullen voorstellen in september tijdens een webinar van ons team. Die zullen daar toegelicht worden, maar we gaan die analyses wel meenemen in ons onderzoek. En er zijn ook heel wat, ja, door de grote infrastructuurwerken, zijn er wel wat ontsluitingen, tijdelijke ontsluitingen in Antwerpen, waar je dus de ondergrond met je eigen ogen kan waarnemen. En die leveren enorm waardevolle inzichten die we ook willen meenemen in dit project. Daarnaast gaan we ook de dataset die OVAM en Aquafin hebben in het projectgebied aftoetsen aan hoe bruikbaar zijn die nu voor het project. Of leveren die nieuwe data en inzichten die we kunnen meenemen in dit project, ook met het oog op verdere samenwerking binnen DOV dan natuurlijk. We geven al informatie over de lithologie, het glauconietgehalte, maar we willen ook nog verder gaan en ook informatie geven over de te verwachte schelpeninhoud van die geologische eenheden, of er harde banken kunnen verwacht worden en kalkinhoud. Dat zijn allemaal eigenschappen die wel een rol spelen. Belangrijk zijn om op de radar te hebben bij hergebruik of gebruik van de ondergrond. En tenslotte willen we ook een aantal standaard 2D verticale profielen maken. Dat zijn dan geologische profielen. Fransje liet daar juist ook al profielen zien die inzicht geven in de ondergrond. We willen dit ook doen in het kader van dit project, omdat die toch wel heel snel inzicht geven in zo'n geologische opbouw, die niet altijd evident is voor niet echt experten of geen geologen. Dus ook dat zijn producten die we nog aan het maken zijn. Voilà, qua publicatie, de data en het rapport zijn ter beschikking op DOV. Wij verwachten een versie 2.0 eind van dit jaar. De kaarten zoals ze nu beschikbaar zijn, zijn al beschikbaar in de DOV-verkenner, in de boomstructuur die Marleen daarnet al liet zien. En zoals gezegd, we zijn bezig met de opmaak van een themaverkenner. Hier zien we die themaverkenner. Ik ben eventjes in de war, omdat ik ga eens naar mijn volgende slide. Oh. Hier zit een animatie in die wat verloren is gegaan, maar goed. Dus dit is een beeld op oefenomgeving van DOV, waar we volop aan het testen zijn. Dus eigenlijk gelijkaardig aan de Delftstoffenverkenner, waar we die voxelmodellen al beschikbaar stellen met puntbevragingen, lijnbevragingen en volumebevragingen en diktekaarten, willen we dat ook voor het ondiepmodel van Antwerpen doen. Waarbij je dus zelf kan gaan aangeven in welke lithologische parameter je geïnteresseerd bent en daar een dikte- en een dieptekaart van maken. En daar ook profielen doortrekken. Dus je kan een profiel maken, eender waar door het modelgebied, en kijken van waar kan ik nu hoge concentraties aan veen verwachten bijvoorbeeld en waar kan ik lage concentraties aan veen verwachten. Je kan dat ook combineren met alle andere tools die op DOV ter beschikking zijn, zoals de virtuele profielen door het 3D-model bijvoorbeeld of de virtuele boring op een bepaalde plaats. Dat zal fase 1 zijn. We verwachten daar ook nog een fase 2. Ik denk dat we fase 1, dat we kunnen stellen dat die in de zomer wellicht ter beschikking zal komen voor jullie. Voor fase 2 denken we dan aan een volumebevraging om nog te ontwikkelen. We gaan ook randvoorwaarden uitwerken om die diktekaarten en die dieptekaarten te visualiseren. Er zal een puntbevraging mogelijk zijn en je zal de data ook kunnen exporteren. En bijvoorbeeld een eigen projectgebied inladen om zo de data te gaan bevragen. Voilà, dat was wat ik jullie wou voorstellen van het ondiepe model van Antwerpen. Zoals ik daarnet al zei, die sterkte van een model zit bij basis aan die kwalitatieve basisdata en de toets van het gebruik van het model. Dus in die zin is dat ook een oproep voor het publiek hier. Hè. Zien jullie een opportuniteit, een idee tot samenwerking of hebben jullie data ter beschikking te stellen? Dan staan we daar altijd open voor. Hier zijn de contactgegevens van zowel mezelf als van... Ja,
inhoudelijke projectleider bij Vito, Tom van Haren. En mails aan DOV die komen ook wel terecht. Zo, ik denk dat ik nu... Marleen, wil jij nog graag iets zeggen? Nee. Prima, ja. Doe maar. Oké. Okay. Ik geef dan graag het woord aan Vicky. Hè. Zij gaat een reflectie geven over dit model. We hebben elkaar leren kennen door de publicatie van het model en de ontwikkeling van de themaverkenner. En zij zal een reflectie geven in het kader van haar functie rond advisering van bemalingen in het Antwerpse. Ja, dankjewel, Katrien. Ja. Ja, toen dat ik, wij met alle consulenten gevraagd werden om een reflectie te geven op ondiep model, werkende ervan uitgaan dat wij werken bij vergunningen, dus vergunningsaanvragen en die beoordelen en adviseren, moest ik eigenlijk direct denken aan grondwater en grondwaterbemalingen meer specifiek. Dat is toch wel iets waar wij tegenwoordig heel veel mee geconfronteerd worden. En ja, dat natuurlijk, gezien de droogteproblematiek en de grondwaterproblematiek, een heikel thema is. Nu, voor de mensen die niet zozeer op de hoogte zijn wat juist een grondwaterbemaling is, even heel kort schetsen. Het is niet de bedoeling dat ik hier technische uitleg ga geven of dergelijke. Maar wat is een bemaling? Is eigenlijk het onttrekken van grondwater om werken in een droge te kunnen uitvoeren. Dat is eigenlijk kort door de bocht even zeggen wat een grondwaterbemaling is. Waarvoor kan dat gebruikt worden? Zoals we al gezien hebben, ondergrondse constructies, zoals tunnels. Tegenwoordig heel veel parkeergarages. Maar dat kan ook voor nutsleidingen zijn. En hoe ik het nu al heb gezien in alle presentaties, zijn er nog andere zaken op til die heel veel bemalingen nodig hebben of vragen. Maar voor een goede grondwaterbemaling goed te kunnen uitvoeren, is natuurlijk een bemalingsconcept nodig. En wat houdt dat in? Hoeveel filters moeten er geplaatst worden? Wordt het een open bemaling? Wordt het met verticale filters en dergelijke? Om zo'n concept te kunnen opstellen, is er natuurlijk heel veel informatie nodig. Dus er is gegevensverzameling nodig. Ik zie dat mijn slides niet vooruit gaan. Ja, oké, nu wel. Wat houdt die gegevensverzameling eigenlijk in? En dan komen we natuurlijk bij het thema van dit beleidsforum. We hebben onder andere grondonderzoek nodig. Via boringen, sonderingen, ook DOV is al goed voorgesteld. Die informatie samen met hydrogeologische informatie, zoals pijlbuisgegevens en dergelijke, informatie over de projectsite zelf. Dus dat is dan meer de stedenbouwkundige plannen. Hoe diep gaat het? Hoe groot is de bouwput? En dergelijke. Maar ook de omgeving mogen we daarbij niet vergeten. Waar gaan ze lozen? Is er hergebruik mogelijk? Is er retour mogelijk? Waar zitten verontreinigingen? Waar zijn bijzondere beschermingsgebieden? Al die gegevens zijn noodzakelijk om tot een goed bemalingsconcept te komen. Ik ga het natuurlijk hier alleen maar hebben over het grondonderzoek. En ook even meegeven dat wij die onderzoeken natuurlijk niet doen. Wij beoordelen bemalingsstudies aan de hand van de informatie die in die studie zit, proberen wij een goed advies te geven in verband met de bemaling. Nu, ik ga het uitleggen. Ik heb er twee voorbeelden bij genomen om eigenlijk eens aan te tonen waarvoor wij eigenlijk die databank van het ondiep model van Antwerpen kunnen gebruiken. En het eerste voorbeeld is, dat was een aanvraag voor een bemalingsstudie aan de Slachthuiszitten. Nu, in een bemalingsstudie werd er niets gezegd over de aanwezigheid van veen. Maar via een adviesinstantie zijn we dan wel te weten gekomen. Die zeiden in hun advies, ja, maar let op, want daar is aanwezigheid van veen, omdat er een laat hologene fluviatiele afzettingen zijn van het schijn. Dus aan de hand daarvan zijn we natuurlijk... Ja, het is een adviesronde, dus wij hebben dat beoordeeld en gedacht, ja, dan moeten we natuurlijk heel hard, het is al vermeld, opletten op voorzettingen in de buurt aan omliggende gebouwen en dergelijke. En ik heb dat dan eens getoetst, ik ben eens gaan kijken om het model dan te gebruiken, maar het model, de doorsnede te nemen. En de doorsnede is genomen aan het onderste vierkantje, waar je de lijn ziet, en daar zie je wel heel vaag, aanwezigheid van veen. Nu, dit zou bijvoorbeeld
hoe dat wij dat dan zouden gebruiken is, we krijgen bijvoorbeeld een bemalingsstudie binnen. We weten bijvoorbeeld dat er ergens een probleemsituatie is met die ondergrond. Een probleemsituatie aan de hand van bijvoorbeeld, daar zit veen. We hebben dat uit ervaring van vroegere aanvragen al gehad of zo. Dus dan kunnen wij bijvoorbeeld dat model gebruiken en gaan kijken, ja, wat is het percentage van veen dat aanwezig is? Of van klei, waar zit de klei? Dit is nu een doorsnede voor veen gemaakt. Maar zo kunnen wij al op voorhand inspringen en meer, ja, een gerichter advies geven als wij deze informatie hebben. Nochtans denk ik wel dat het eerder aan studiebureaus is en dergelijke die deze bemalingsstudies opstellen om dergelijke data gaan gebruiken en mee in hun analyses steken van hun grondwatermodellering. Dus een tweede voorbeeld, en ik denk dat het daarvoor eerder toepasselijk zal zijn dan voor, want bemalingen zijn meestal, ik heb het dan wel niet over de Oosterweelverbinding, die natuurlijk van een andere orde is, redelijk perceels gebonden, of over enkele percelen. Dus dat is eigenlijk, zoals Katrien het al zei, we gaan ter plekke, gaan er boringen moeten uitgevoerd door sonderingen, eventueel een pompproef, om echt een goede analyse van die ondergrond te hebben en om een degelijk bemalingsconcept te kunnen opstellen. Wij gaan dat natuurlijk niet doen, wij laten dat doen. Maar perceelsgebonden informatie is voor onze aanvragen vaak heel belangrijk. En voor andere toepassingen ook natuurlijk. Ik zie dan deze toepassing van het ondiep model eerder in grote projecten. Zoals onder andere de bemaling bij Linkeroever. Maar ook bijvoorbeeld nu een project Scheldeboring op Linkeroever. Scheldeboorden, niet boring. Dat is een project dat wij niet opvolgen, maar ik heb eens geïnformeerd bij de collega's en die zeiden van, ah ja, dat is misschien nog eens een mooi voorbeeld om tijdens de reflectie te geven en waarvoor dit model kan gebruikt worden. Dus er is al een droogteplan opgesteld voor de stad Antwerpen. En daaruit blijkt dat er eigenlijk op een bepaald moment in het grondwatermodel wordt vanuitgegaan dat er een contact is tussen de phreatische laag, grondwaterlaag, en de Schelde. Wat zou impliceren dat er eigenlijk verzilt water linkeroever zou binnenstromen. Nu, aan de hand van dat project van die Scheldeboring, boorden, zijn er nieuwe analyses gebeurd van pijlbuisgegevens en sonderingen en dat geeft een heel ander inzicht in het watersysteem. Dus dan heb ik dat ondiep model er nog eens bijgehaald, maar we zien eerst het resultaat. Dus van die nieuwe gegevens van die pijlbuizen en dergelijke. Ik kan hier zien dat de phreatische aquifer niet in contact staat met de Schelde, dus daar is nog een dijk gebouwd. En daaronder bevindt zich een aquitaar, dus eigenlijk een waterremmende laag. Gaan we lager kijken natuurlijk, dan zien we wel dat de Schelde wel in verbinding staat met de dieper gelegen grondwaterlagen. Maar dus, voor die phreatische aquifer is dat niet het geval. Dus dat biedt mogelijkheden om dat water te hergebruiken voor parken en dergelijke in dit project dan voor de aanleg en dergelijke. Dus heb ik het ondiep model er is bijgehaald. Dus ik heb een doorsnede gemaakt, zoals daar juist al is aangetoond door Katrien. Ik begin helemaal hier ver op linkeroever en ik stop hier op rechteroever. Dus dan zitten we. En de doorsnede. Ik heb het onderste model er een beetje tegenover proberen te zetten. Het is allemaal misschien niet 100% correct hoe ik het gedaan heb. Maar daar zien we toch al direct, dit is allemaal antropogene laag. De bovenste lijnen die vallen altijd weg uit het model. Dat is nog iets dat denk ik zal weggewerkt moeten worden. Een kleine bucht dat er nog in zit. Maar dit is dan een doorsnede voor de klei. De aanwezigheid van klei. En dan kunnen we toch zien dat hier een groot kleipakket... Een groot kleipakket aanwezig is. Wat dus wel kan verklaren dat die phreatische aquiferlaag niet in verbinding staat met de Schelde en er dus zo geen verzilt water terecht gaat komen in die phreatische laag. Dus dat is twee voorbeelden, denk ik, waarvoor dit ondiep model kan gebruikt worden. Ik zie het dan vooral
nuttig voor de grotere projecten en minder voor misschien de bemalingsstudies zelf. Alhoewel, je vertrekt natuurlijk altijd eerst vanuit een algemeen beeld en je gaat dan trechtersgewijs meer dieper en meer specifieke gegevens verzamelen. Dus ik denk absoluut ook nog wel nuttig voor bemalingsstudies. Maar natuurlijk, zoals je daar juist kon zien, is het model, het projectgebied van het model beperkt. Dus wij zouden dat graag zien dat dat nog wordt uitgebreid naar andere districten met nog meer gegevens en dergelijke. Wat ik al gezegd heb, het is interessant voor grotere projectengebieden. En bemaling op perceelsniveau, wij gebruiken daar ook al eens vaak de virtuele boring voor, die ook al is aangehaald. Maar het is hier al vaak gezegd en het is in de chat ook meermaals aan bod gekomen. Ja, meer uitwisseling van gegevens. Via bemalingsstudies worden er ook boringen gedaan, sondeergegevens. Al die gegevens zouden eigenlijk moeten kunnen verzameld worden. En toegankelijk zijn ook voor steden, studiebureaus, allerlei overheidsinstanties. En dan gaat dat nog een meer gedetailleerd model zijn natuurlijk, wat alleen maar voor iedereen ja, een meerwaarde kan zijn, lijkt mij. Zo, dit was mijn presentatie. Prima, dank jullie wel alle twee. Ik denk dat we eventjes gaan kijken naar de chat, hoewel er al veel beantwoord is, heb ik de indruk. Er is nog één vraag aan Katrin. Wordt er naast het glauconietgehalte ook gekeken naar het piritgehalte? De reden is dat door verdroging en dus bodemoxidatie eventueel zware metalen kunnen worden vrijgesteld. Ja, ik denk dat dat inderdaad een goede suggestie is. We hebben op voorhand nagedacht van welke eigenschappen gaan we trachten in beeld te brengen. Die zoveel mogelijk nut hebben bij verschillende soorten gebruik van de ondergrond. En dan zijn we dus op ja, glauconietgehalte gekomen, ja, lithologie, kalkgehalte, schelpen in oudharde banken. Maar ja, pirietgehalte is zeker ook een mogelijkheid. Natuurlijk moeten we ook kijken waar hebben we voldoende gegevens voorhanden om er in het model, op schaal van het model, een uitspraak over te doen. Hè. Maar het is zeker een goede suggestie die we zullen bekijken, om te zien of we daar in de toekomst iets mee kunnen doen. En dan nog een opmerking. Voor het hergebruik van phreatisch water dient rekening gehouden te worden met de kwaliteit van het water, want de gevolgen van vroegere ophopingen met bagger- en ruimingsspecies zitten er hier veel zware metalen in. Ik denk dat dat bedoeld was als opmerking om mee te nemen bij de verdere uitwerking. De rest van de vragen zijn volgens mij in de chat beantwoord. Ja, prima. Heel actieve chat vandaag. Dat betekent alleen maar dat het heel veel leeft natuurlijk. Maar moest er toch nog iets zijn wat oppopt, dan doen we zelfs nog wel eventjes daarop terug. In het laatste onderdeel gaan we heel graag het woord nog geven aan Karel van Akkeren en Kurt Kluis van de Stad Oostende. Karel van Akkeren is architect, stedenbouwkundige. En hij is sinds 1992 al actief in de ruimtelijke planning. Hij is auteur van heel aantal BPA's, structuurplannen, RUPS en mobiliteitsplannen en zo verder. En hij is sinds 2010... directeur proces en projectregie bij het autonoom gemeentebedrijf van Stad. Autonoom gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende. Amai. Een hele titel. En Kurt Kluis is architect, maar ook schepen van de Stad Oostende. Hij is bevoegd voor onder andere ruimtelijke ordening, wonen, stedelijke ontwikkeling en omgevingsvergunningen. En zij gaan ons vandaag om af te sluiten hun kijk op de ondergrond geven vanuit het lokaal perspectief. Karel, ik geef heel graag aan jou het woord. Voilà, ja. Ben ik hoorbaar? Ja, ja, heel goed, dank u. Beleidsforum ondergrond en planning. Op Oosteroever zijn we momenteel aan de slag om na te gaan in hoeverre we van een voormalig havengebied enerzijds een stuk stedelijk ontwikkelingsgebied kunnen maken en anderzijds een circulair maakdistrict. Het gebied is gelegen ten oosten van de havengeul van Oostende en ten oosten van het gebied ligt een historische wijk met een vrij dense bebouwing. Het gebied is deels bestemd als stedelijk ontwikkelingsgebied en deels als milieubelastende industrie. En in het verleden zijn daar nogal wat studies rond gebeurd die ook de relatie tussen het gebied van Oosteroever en die historische wijk in beeld brengen, maar ook de relatie tussen de Moreau-laan, die een soort scheiding vormt met tram, en dus de kustbaan die tussen het gebied ligt en de historische wijk.
onderzoek van Universiteit Delft is al kort aangehaald door Fransje. En vanuit dat onderzoek zijn we ook gaan kijken van in hoeverre kunnen we de ondergrond bij die oefeningen verder gaan betrekken. En wat voor ons daar zeer interessant in was, is dat we vanuit die 3D-modellering tot een stuk driedimensionale perceptie gekomen zijn van op welke manier kunnen we in de toekomst omgaan met planning. Waarbij we nu vaststellen dat een ruimtelijk uitvoeringsplan hoofdzakelijk een plattegrond betreft waarop een aantal bestemmingen en dergelijke ingetekend worden, maar waar rond bouwhoogtes wordt wel iets gezegd, maar een nuancering in de zin van kunnen we bestemmingen driedimensionaal gaan bekijken, die blijft in grote mate achterwege. En dus vanuit die oefening is voor ons toch een interessante perceptie gekomen van op welke manier kunnen we gebouwfuncties op diverse maaivelden gaan interpreteren, wat zijn daar de mogelijkheden rond. En dat is dan verder verkend in de studie Stad Maal Ruimte, die daar juist ook al aangehaald is, en waarbij een stuk toolbox verder ontwikkeld is, waarin ontwerpen met de bodem en de ondergrond één van de elementen is die mee in oogenschouw genomen wordt, maar waarbij we ook bij die differentiatie en de verwevenheid in dergelijk gebied gaan kijken zijn van op welke manier kunnen we daar met publieke ruimte omgaan, duurzame mobiliteit, strategische economische verweving, circulair bouwen en dergelijke meer. En vanuit die oefening is dan een stuk verder gewerkt op inderdaad die functieverweving, waarbij we effectief ook terug gaan kijken zijn op welke manier kunnen we die functieverweving op een driedimensionele manier gaan vertalen in een ruimtelijk uitvoeringsplan en in hoeverre kunnen we daar binnen de mogelijkheden van de juridische context op vandaag zaken mee gaan doen. En kunnen we die dingen nuanceren, maar kunnen we ook vanuit de ondergrond verder gaan detailleren wat zijn daar de mogelijkheden die spelen. Enerzijds zitten we met een stuk brownfield op de site. Zijn er ook een aantal percelen die nog dienen gesaneerd te worden? Dat is een element dat ook bij het gebruik van de ondergrond en ook het hergebruik van materialen een belangrijke rol kan spelen. Kunnen we de ondergrond ook meer in detail gaan betrekken bij het stedelijk ontwerp, wetende dat we daar toch in een vrij watergevoelig gebied zitten waar de grondwaterstand vrij hoog is en dat ook de bodemgesteldheid niet van die aard is dat die een grote draagkracht geeft. Dus ook daar wordt er voor een stuk gekeken van wat kunnen we met de bodem, met de ondergrond dan gaan doen. Maar kunnen we ook de bodem gaan gebruiken in functie van warmte-koude opslag in functie van de waterhuishouding, in functie van nutsvoorzieningen die voor de ontwikkelingen in de totaliteit van die zone kunnen gaan dienen. De verdere oefening die daarop gevolgd is, heeft ook te maken met de netwerken die op vandaag reeds aanwezig zijn en op welke manier we die ondergrond een stuk multifunctioneel kunnen verder gaan gebruiken. En op deze kaart zien we dan ook de zones die gearceerd zijn aangeduid, waar bodemsanering aan de orde is. Dus dat zijn gebieden die dan specifiek bijzondere aandacht krijgen om te gaan zien hoe we die naar de toekomst toe kunnen inzetten. En schematisch is dat dan verder vertaald in een model waarbij ondergrond, hergebruik en de verschillende collectieve mogelijkheden verder verfijnd zijn. Het schema ziet er vrij complex uit, maar ook de totaliteit van ontwikkelingen in dergelijk gebied is vrij complex, omdat er heel wat zaken samenkomen. Niet in het minst ook vanuit de ruimtelijke planning, dan welke functies zijn daar verweefbaar, op welke manier gaan we om met hinder, op welke manier gaan we om met ook de fysische toestand van die omgeving. En daaruit zijn een aantal actiekaarten gekomen die nu in het vervolg van het proces zullen gebruikt worden als een instrument om met een heel aantal stakeholders, maar ook met diverse administraties aan de slag te gaan en te gaan kijken op welke manier we aan de hand van de kennis die momenteel verworven is, stappen vooruit kunnen zetten om finaal te komen tot
een ruimtelijk uitvoeringsplan dat het ondernemen voor de Oosteroever verder kan verfijnen. En zoals daarnet gezegd, we zitten voor een stuk met een gebied voor milieubelastende industrie, historisch bestemd in het gewestplan, en dan een stuk stedelijk ontwikkelingsgebied waar nu volop projecten gerealiseerd worden in het kader van huisvesting en dergelijke meer, en waar projectontwikkeling volop aan de gang is. En enerzijds zitten we met de historische wijk Morolaan Oost, gekend als de Vuurtorenwijk of de OPEX, 6000-tal inwoners. Het gedeelte dat we rond ondernemen zullen verder in oogenschouw nemen. En dan het gedeelte stedelijk ontwikkelingsgebied. En die zaken raken daar aan elkaar. Dus daar is vooral ook de uitdaging van hoe kunnen we die verschillende bestemmingen compatibel maken met elkaar. En daarbij speelt die circulariteit, maar ook het integreren van 3D-planning is voor ons daar een van de grote uitdagingen. Kunnen we binnen ons bestaand instrumentarium bestemmingen driedimensionaal gaan vastleggen? En daarbij is er ook een goede samenwerking met OVAM, die daar ook een circulaire hub heeft gerealiseerd in een gebouw dat van hen is, waarbij zij een stuk ondersteuning geven en waarbij zij ook vrij nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het proces. Maar zoals je ziet op de afbeeldingen rechts, zijn daar volop ontwikkelingen aan de gang. Daar wordt nogal wat gebouwd. Daar is heel wat huisvesting dat gerealiseerd wordt. En daar zit dan dat industriegebied geprangd tussen die historische wijk en die nieuwe ontwikkelingen. Maar ook concreet zijn we met de ondergrond al voor een stuk aan de slag gegaan, onder andere met het City River project en het warmtenet. De City River is in het kader van de projectontwikkeling die er aan de gang zijn we gestart vanuit die idee van het onderzoek van de bodem heeft ons laten vaststellen dat infiltratie daar op een zeer goede manier en een zeer performante manier kan gebeuren. Vandaar dat ervoor geopteerd is om het rioleringsstelsel zodanig te gaan ontwerpen dat alle hemelwater ter plaatse gehouden wordt en dat er geen hemelwater op de andere stelsels van de stad of in het dok moet terechtkomen. Dus enkel bij een 20-jarige bui zou het kunnen dat we met beperkte overstorten zitten. En die filosofie is vooral ingegeven vanuit die idee. De Vuurtorenwijk, daar zitten we met een stukje waterproblematiek, dus dat stelsel mag niet bijkomend belast worden. We zitten met een kustgemeente waarbij enkel hemelwater kan geloosd worden bij laag water binnen bepaalde tijdsvensters. En vanuit die vaststelling en de vaststelling dat infiltratie daar op een zeer goede manier kan, zijn we er dus toe gekomen om in eerste instantie in de Baalskaai een stuk die infiltratie te gaan bestendigen. Maar is dan bij het ontwerp van de Victorialaan zijn we gaan onderzoeken van welke verschillende functies, met welke verschillende functies kunnen we water gaan integreren in de publieke ruimte, waarbij enerzijds het gebruik van de ondergrond in beeld komt, maar anderzijds ook de sfeer van zo'n publieke ruimte kan gecreëerd worden, waarbij ook water en de wisselwerking tussen water en klimaatfenomenen aan de oppervlakte gebracht wordt, voor een stuk ook als een educatief element. Dat heeft dan geresulteerd in een design van die publieke ruimte waarbij water voor een heel stuk geïntegreerd wordt, wetende dat in het verleden de verharding van rooilijn of van bouwlijn tot bouwlijn liep, is daar toch een heel stuk bijkomende vergroening, maar ook ruimte voor water gecreëerd, waarbij we ook de interne projecten, de projecten van de ontwikkelaars betrokken hebben. Dus je ziet daar bovenaan staan binnen gebied Burco. De waterhuishouding van de grote projectontwikkelingen wordt tevens betrokken bij de waterhuishouding in de publieke ruimte, waarbij we effectief ook rond die infiltratie werken en dus maximaal ook de zoet-zoutbalans daar proberen in evenwicht te houden, omdat ook verzelting in het kader van de stijging van de zeespiegel een problematiek is die zeer sterk speelt en het
aanvoeren van zoet water, zeker in die overgang van de duinen naar de polder, is daarin een zeer belangrijk element. En onderaan zie je dan ook de situatie bij droog weder, waar relatief weinig water in die City River staat. En bij regenval en bij hevige regenval kan dus die City River als een soort waterbuffer gaan dienen. En hier op het overzichtsbeeld zie je ook dat dus het binnenpark dat in de projectontwikkeling zit, is ook specifiek rond die waterhuishouding met die bodemkwaliteit. Er zijn daar een aantal oefeningen gebeurd en die zijn gekoppeld aan het systeem van die City River. Hier een aantal beelden van de manier waarop dat vormgegeven is en waarbij dus duidelijk een soort relatie ontstaat in de publieke ruimte tussen die natuurfenomenen, klimaatfenomenen en de perceptie. En terzelfde tijd ook een publieke ruimte gecreëerd wordt die de overgang maakt tussen de nieuwe bebouwing en de zones waar we naar verwevenheid in functie van werkgelegenheid streven. En dan een laatste project in dat gebied is het warmtenet. Oostende is al een vrij lange periode aan de slag met een warmtenet dat stelselmatig verder vorm krijgt. Start aan de verbrandingsoven waar je ongeveer A10 ziet staan. Van daaruit start het warmtenet en is momenteel gerealiseerd tot ter hoogte van het Maria Hendrika Park. Maar ook in de zone van Oosteroever is het warmtenet reeds voor een stuk aanwezig, nog niet gekoppeld aan het totale warmtenet, maar met een lokale warmtevoorziening, maar duidelijk met de bedoeling om ook op termijn daar verder onderzoek te doen in hoeverre we daar met gebruik van de ondergrond het warmtenet eventueel bijkomend kunnen voeden of op welke manier we het totale warmtenet verder kunnen aankoppelen. En dus het schema van het warmtenet zoals het momenteel gerealiseerd is op Oosteroever, waarbij dat de diverse projecten momenteel aangesloten zijn op het warmtenet en dus ook naar de toekomst zal gekeken worden in hoeverre de industriële ontwikkelingen verder kunnen gekoppeld worden aan het warmtenet. Zo, dat is in het kort een overzicht van de zaken waar we op Oosteroever mee aan de slag zijn. Ik denk dat de schepen daar nog een aantal reflecties kan rondgeven. Misschien dat we heel eventjes, Karel, want er zijn twee vragen voor u in de chat. Misschien, sorry Kurt, dat we die misschien heel eventjes kunnen doen, al anders dan is dat misschien ja, uit. Dus één opmerking die over het periet ging, dus als we gaan verder in de discussie een paar chats voorafgaandelijk. Maar vraag aan Karel, werd ten behoeve van de ondergrondse kaart Oosteroever ook rekening gehouden met veen en met de zoet-zoutwatergrens? Want verzeild grondwater kan een invloed hebben op materiaal waarmee men bijvoorbeeld de paalfundering zal moeten uitvoeren. Daar is niet expliciet, bij mijn weten niet expliciet mee rekening gehouden. Het is wel zo dat voor de projectontwikkelingen er telkens boringen gebeurd zijn die dan ook naar bemaling toe enzovoorts verder bekeken zijn. Dus in die zin durf ik daar niet met ja of nee op antwoorden. Maar vanuit beleidsoogpunt hebben we daar niet expliciet mee rekening gehouden tot op vandaag. Maar in het verder procesverloop ook rond die verwevenheidsstudie zal sowieso het studiebureau waarmee we samenwerken verder ook nagaan als we dan effectief in het ruimtelijk uitvoeringsplan zaken rond ondergrondse ruimtegebruik en dergelijke gaan inschrijven, gaan we die contact zeker verder meenemen. Ja, dat was het. Geen vragen meer. Merci, Karel. Alsjeblieft. Goed, Kurt, dan gaan we nog eventjes naar jou. Goedemorgen allemaal, of ondertussen goedemiddag. Ik ga proberen iets te doen. Wacht hoor. Zien jullie dit? Ik zou meest graag. Ja. Voilà. Mij was gevraagd om een reflectie te geven op vanuit lokaal perspectief wat we deze ochtend allemaal besproken hadden. En
Ik heb eigenlijk heel de ochtend genoteerd. Ik heb hier eigenlijk kort in wat slides samengevat wat ik genoteerd heb. Om te beginnen denk ik dat we een hele mooie ochtend gehad hebben met heel veel presentaties en benaderingen van alle soorten technische onderzoeken en expertise. En ik denk dat we dan niet genoeg kunnen benadrukken hoe waardevol dat al die info is en dat we eigenlijk een methodiek zoeken om dit aan de beleidsmakers duidelijk te maken en te duiden. Ik denk zowel op lokaal niveau als op Vlaams niveau of federaal niveau. Ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is dat we moeten mee verder aan de slag gaan. Ik ben beleidsmaker, ik ben schepen in Oostende en ik ben voor ruimtelijke planning verantwoordelijk. En wat stel ik vast, is dat de instrumenten die we vandaag gebruiken, die hebben een zekere leeftijd, zijn gemaakt in een tijd en zijn niet altijd aangepast aan de versnelde ontwikkelingen van de maatschappij. Is dat slecht? Nee, dat is wat het is. Maar ik denk dat het waardevol is met oefeningen zoals vandaag, dat we daar iets willen bijsturen of iets willen herdenken of nieuwe methodieken zoeken. En dan denk ik voornamelijk aan de uitdaging die er zijn vandaag, dat er steeds meer vragen en vooral nieuwe vragen komen. Vooral in het kader van een programma. We hebben heel veel ongekende parameters in programma's. Wat is er al aanwezig op een site? Wat is er nieuw? Wat is er niet meer gewenst? Of wat gaan we niet meer doen? En dan denk ik dat een heel belangrijke conclusie dat ik denk kan maken uit alles wat we gezien hebben vandaag, is meten is weten. En dat is niet enkel voor ruimtelijke planning, maar dat is in het algemeen zo. En dat de data verzamelen, maar op tijd verzamelen, zeer belangrijk is om keuzes te maken. Ik denk dat dat een heel belangrijk standpunt is, dat we moeten blijven aanhouden, data verzamelen en op basis van data keuzes gaan maken. Om daarmee de link te leggen naar de ondergrond, denk ik dat dat heel belangrijk is, dat de voorgestelde methodieken en oefeningen die we gezien hebben, is denk ik een echte weg dat we moeten blijven inslaan, dat de ondergrond een drager is van een structuur waarop we verder bouwen. En voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met heel die methodiek, denk ik dat het voorstel van die visualisatie en dat het aantonen en duidelijk maken met kaarten, 3D-kaarten enzovoort, dat heel belangrijk is om dat te gebruiken. Omdat dat maakt het mij duidelijk wat de mogelijkheden zijn. En ik denk dat dat een opdracht is dat we vanuit het beleid moeten over nadenken. Hoe kunnen we zo'n methodiek verankeren in onze planningsinstrumenten en alle middelen die we gebruiken? Want nu is dat eer al wat vrijblijvend. Die kaarten zijn er en we maken analyses op basis van kaarten. Dus ik denk dat we vanuit het beleid echt wel op zoek zijn naar een verankerend model waarin zulke zaken ingebed zijn. Een hele mooie uitspraak dat ik daar juist ook genoteerd heb, was planning in het kader van de planning, en daar heb ik een conclusie van gemaakt, is vandaag gaan we plannen in de hoogte, dus alles boven het maaiveld, om leefbare ruimte vrij te maken op dat maaiveld. Dat is vandaag. Ik denk dat er een spreker was die ook sprak van laten we ons verschillende maaivelden gaan definiëren. En ik denk dat dat echt wel moet, dat we die ondergrond ook gaan gebruiken en organiseren en zo in maaivelden gaan definiëren om daar te gaan zeggen wat er kan en niet kan of wat dat we wenselijk vinden. Heel moeilijke vind ik het plaatsspecifiek onderzoek dat we gaan moeten doen, want niet elke ondergrond in Vlaanderen en of in het verlengde Nederland is dezelfde. En daarom denk ik dat plaatsspecifiek onderzoek heel belangrijk is om dat in je RUP te gaan inschrijven, maar dat wel heel wat tijd zal roven om dat te gaan doen. En vandaar dat die datacaptatie belangrijk is, dat we dat op tijd capteren. Ik denk echt wel dat dat de verrijking moet zijn voor een RUP, dat we die ondergrenzen, die mensen eraan toevoegen. Wat ik hier allemaal genoteerd had, was dat de kennis van de bodem en zijn samenstelling moet vooraf gekend zijn. De vraag is, kunnen we dat in het planningsinstrument gaan inschrijven? Hoe doen we dat? Dat is een heel belangrijke. Maar vooral dat gelijktijdig mee georganiseerd wordt in het planproces. Met andere woorden, dat we niet nadien iets moeten in de ondergrond aanpassen. Ik denk dat de zin is van wat we mee bezig zijn.
heel interessant vond ik ook het gebruik van de modellen en de legendae. Dat die leesbaar moeten zijn en dat we daar een uniformiteit in kunnen steken. Zodanig dat dat voor elke gebruiker op dezelfde plaats, op een andere plaats in de stad, op een andere RUP, eenzelfde methodiek is. En dan iets wat nog genoteerd had, was van dat ik merk dat we naar, van 2D naar 3D willen gaan. Maar in de chat kwam het ook al verschillende keren ter sprake. Die 4D-dimensie, dus die tijdsdimensie, denken dat we ook op een of andere manier moeten kunnen gaan inschrijven of onderzoeken. Want ik denk dat het belangrijk is dat we wijzigingen in ondergrond en bovengrond ook een tijdsaspect moeten kunnen geven. Met andere woorden, welke gevolgen gaan ze hebben in de tijd? Of wat moeten we aanpassen om in de toekomst nog andere zaken mogelijk te maken of toe te laten. En dan heb ik nog een kleine eigen reflectie dat ik altijd blijf zeggen. Een fundering is de rijkste vorm en betekenis van het woord. Is ook wat dat hier gebeurt. Hè. We bouwen een huis op een fundering en nadien dat wijzen is moeilijk. En ik denk dat in ruimtelijke planning dat we echt die weg moeten inslaan ook. Dat plannen in de ondergrond ook noodzakelijk was. Het lijkt logisch, maar tot op vandaag is het ongebruikelijk. En ik denk dat we daar echt een hele belangrijke stap mee kunnen zetten naar efficiënt gebruik van onze ondergrond in de toekomst. En dat was heel kort voor iedereen wat mijn bedenkingen waren dat ik vandaag gemaakt had. Ik weet, het delen is onderbroken. Komt er op mijn scherm. Klopt dat? Wij zien een zwart scherm. Ik denk dat ik eens eventjes stopdelen moet doen. Jullie terug. Wacht, ik moet op stop. Ik ben niet zo vertrouwd met delen op mijn scherm. Ze doen dat altijd, prima. Ze doen dat altijd voor mij. Dus dat eigenlijk heel kort zijn dat mijn reflecties dat ik heel de ochtend zitten noteren heb en denk dat dat wel duidelijk is dat we eigenlijk vanuit een heel technisch onderzoek dat moeten bij het beleid brengen en daarmee verder aan de slag gaan en dat gaan gebruiken. Want ik zie er echt een heel veel waarde en een heel veel toekomst. Tot zover mijn tussenkomst. Merci Kurt. Marleen is eventjes bevroren, denk ik. Ah nee. Ik ben er terug. Ik had heel interessant, heel interessante reflectie. Ik had eigenlijk nog één vraag. Er zijn in de chat geen binnengekomen voor u. Maar heb je soms een aanbeveling voor lokale besturen die vandaag gevolgd hebben om aan de slag te gaan met ondergrondsruimtelijke planning, maar die ergens zeggen van welke eerste stap moet ik nemen? Of heb je ergens aanbevelingen dat je zou kunnen doen? Aanbeveling, ja, inderdaad. Allee, ik denk wel, Shana, dat we moeten vooral zorgen dat we naar programma, dat we eerst moeten weten welk programma wensen de mensen ergens te doen. En dat we misschien soms in basis van gewenst programma moeten kijken, is een bepaald perceel of een bepaalde zone daartoe geschikt? Misschien maken we soms naar planning en naar positie van bepaalde zaken dat we willen realiseren, de verkeerde keuze. In locatie, omdat die niet geschikt is naar ondergrond. En dan denk ik dat vooral het programma ook gekend moet zijn in zijn breedste zin. Ja, wat willen we in de toekomst gaan bereiken? Ik denk maar wat dat we in Oostende doen met warmtenet, met watercaptatie, met ons afvoeren van riolering en vuilwater in het havengebied. Ja, op die plaats kan dat, omdat je daar die ondergrond hebt en ook die methodieken hebt. Dus niet elke site is altijd geschikt voor het programma. In het verleden was het gewoon, ja, het is een rood vlak of een paars vlak en we kunnen dat daar doen. Ik denk dat we voornamelijk die ondergrond moeten meelaten bepalen of een programma daar mogelijk moet zijn. En dan denk ik dat daar echt vanuit lokale besturen verder onderzoek moet gebeuren en dat we niet zomaar vrij blijven van zeggen we willen op die plaats iets doen. Dat is niet altijd een leuke boodschap, hè? Want soms gaan we denk ik conclusie moeten maken dat op een bepaalde plaats iets niet kan. Of iets anders moet kunnen. En ik denk vandaar dat die dataverzameling, dat echt wel cruciaal is hoor. Dat we die rondsamenstelling en wat dat daar allemaal al aanwezig is, dat we dat moeten kennen. En misschien moeten we dat proberen te verankeren in een planningsinstrument dat erbij zit en dat erbij hoort, zodanig dat dat niet meer kan gezegd worden, ja, we zien wel wat er gebeurt. Ik denk dat dat de hele belangrijke is dat ik vandaag geleerd heb. Wordt ook al direct beaamd in de chat dat planning vandaag nog gemakkelijk op perceelsniveau wordt bekeken, maar dat eigenlijk best breder, zelfs over gemeentegrenzen heen, dient bekeken te worden. Was er nog een opmerking over de nood aan
eenvoudige 3D-visualisaties en degelijke informatie en modellen die aan de basis daarvan moeten liggen. Tot zover de chat. Oh, wacht. Er is nog één, net nog een vraag binnengekomen. Ik mis nog de opsomming van de grootste knelpunten in de ondergrond en welke willen we oplossen? Kurt, had jij daar iets over? Komen jullie tegen? Een beetje aansluitend op wat ik zei. Een knelpunt is maar een knelpunt als je ook weet welk programma dat je er wil realiseren. Dus als het knelpunt het gevolg is van een onoplosbaarheid van je programma, denk ik wel dat dat moet kunnen gedetecteerd worden. Maar je kan ze maar detecteren, die knelpunt, als je ook weet wat je er effectief wil gaan doen. Als daar geen noodzaak is om die knelpunten of die samenstelling aan te snijden, dan is het ook geen knelpunt. Dus ik denk dat allemaal wel aan elkaar vasthangt. Programma kennen, willen weten wat je daar zal doen en dan direct koppelen aan wat zit er al in de ondergrond die ons dat mogelijk maakt of ons onmogelijk maakt. Oké, bedankt. De chat blijft gaan. Ja, ik denk dat we gaan naar het slotwoord kunnen gaan, Shana. Ja. Bedankt aan iedereen, aan alle sprekers, aan alle aanwezigen. Hopelijk was het een heel interessante ochtend. En hebben we toch het belang van inzicht in en planning van de ondergrond voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. En het belang van data daarbij aangetoond. Ook wil ik graag nog meegeven dat we werken aan een beleidsgids voor ondiepe ondergrondse planning. Die is momenteel in opmaak. Waar dat jullie input ook van harte gewaardeerd wordt. Ik zet straks nog eens mijn e-mailadres in de chat. Als jullie willen betrokken zijn daarbij, input willen leveren, aarzel echt niet om te mailen. Daarnaast ook nog een heel relevant webinar dat doorgaat op 27 september. Wordt georganiseerd door het team Geologie en Omgeving binnen VPO, binnen het departement Omgeving. En zal dat team Geologie en Omgeving zal samen met enkele externe sprekers actueel toegepast onderzoek toelichten dat betrekking heeft op zowel de ondiepe als de diepe, dus meer dan 500 meter, over de Vlaamse ondergrond. En ook kernproducten zoals DOV met de 3D-geologische modellen, de geotheek, het monitoringssysteem, duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid enzovoort, die komen aan bod. Ze gaan ook de opmaak van de structuurvisie diepe ondergrond bespreken en kijken naar de kansen en uitdagingen. De resultaten worden ook geplaatst in een ruimere context waarbij het belang van ondergrondkennis voor de bredere omgevingsvraagstukken duidelijk is. Een uitnodiging hiervoor zal nog volgen. En dan heb ik nog een interessant event. Dat is het slotevent van de ontwerpstudie Stad Maal Ruimte, waar Mechelen, Leuven en Oostende aan hebben meegewerkt. Ik heb dat al even aangehaald in het begin van deze ochtend. We hebben dus 6 locaties, 3 in Nederland en 3 in Vlaanderen, herontworpen met specifieke aandacht voor de ondergrond, de potenties en de uitdagingen. En we hebben een publicatie opgemaakt samen met TU Delft en het Centrum Ondergronds Bouwen en de Vlaamse Delta Metropool, waarin alle ontwerpen werden opgenomen, enkele verdiepende bijdragen om overkoepelende thema's te schetsen, ook reflecterende insteken van zowel lokale beleidsmakers, beroepsverenigingen zoals de VRP, maar ook onderzoek en onderwijs komen aan bod. En we gaan natuurlijk ook in op lessen die getrokken worden uit ontwerpen met de ondergrond. Het slotevent gaat door op 6 oktober in Antwerpen in persoon. En ook deze uitnodiging zal nog bezorgd worden. Nu, als jullie verder op de hoogte willen gehouden worden van hetgeen wat we allemaal doen rond ondergrondruimtegebruik, of als jullie tips hebben, of als jullie zelf aan de slag gaan als lokaal bestuur met de ondergrond, geef ons zeker een seintje, dan kunnen we alles bundelen en kunnen we zien hoe we elkaar kunnen versterken. Ik zal alsjeblieft mijn e-mailadres in de chat zetten en nog eens bedankt voor jullie aandacht en de interesse. Ik vond het zeer interessant. Ook de reacties in de chat worden zeker allemaal meegenomen. En ik wens jullie nog een prettige dag en hopelijk tot later. Bedankt voor jullie aanwezigheid.